U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Aan het goed moment Peter en ik, Johan. Als het goed is komen Josje en Lucas er zometeen ook nog bij. En wie weet schuiven er nog meer mensen aan. Laten we beginnen met de eerste alle vaste mededelingen. Ik zei het eigenlijk al voor de uitzending al van wil je Willem Engel, die nou in de gevangenis zit, als politieke gevangene. Wil je hem een hart onder de riem steken, dan kan dat. Je kunt een kaartje sturen naar de penitentiaire inrichting Hoogvliet. En dat zit aan de Koddeweg. Er komt iemand bij, geloof ik. Of? Oh, ik weet het niet. Ja. In ieder geval aan de Koddeweg met dubbel D. In nummertje 100 in Hoogvliet. En dat zit nabij Rotterdam. En dan moet je wel bijzetten ter attentie van de heer Engel of Willem Engel. Ja. En ik weet niet. Ik heb zelf geprobeerd een boek te sturen. Ik denk ik stuur me gewoon de Constitution of No Authority. Oh. Sorry. Ja. Ik denk ik stuur gewoon Constitution of No Authority van Lisander Spooner. Maar ik kreeg al een berichtje van de DHL medewerker van ik was voor uw woning aanwezig en u was niet thuis. Ik denk ja, dat is gevangenis. Maar waarschijnlijk is het, ja, dat heb je heel vaak hè, dat ze dan zo'n melding geven, maar dan zijn ze eigenlijk helemaal niet bij je huis geweest. Dus ja. Interessant, ja. Ja, ik neem aan dat hij ook kan zien. Ik neem aan dat hij ook wel kan zien dat het gevangenis is. En dat je het dan gewoon bij de receptie afgeeft of zo. Dus ik heb het inderdaad ook wel eens gehad dat ik de hele dag thuis was. En dan hoor je, ja, de bezorger is geweest. En, dan heeft hij het gewoon niet gehaald, weet je wel. Ja, ik denk het ook, ja. Ja, zo gaat dat. Misschien kan jij even de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuld mee te doen. Ja, oké. Okay. Ja, daar gaan we. Alles omhoog zeg ik gewoon, blindelings. En dat is altijd goed eigenlijk, alles omhoog. Goud is naar $1962 per ounce. Het is eventjes teruggehamerd van de 2000, maar nu weer druk op weg naar de 2000. Zilver 2585, blijft ook maar even een correctie gehad, maar nou, dat komt nou weer hard terug. Crypto staat bijna op $44.000 per bitcoin. De bitcoin, hè? Ja, bitcoin. Euro is notoire zwak de laatste tijd. Is bijna onder de, is al enkele keren onder de $1.10 geweest. Oké. Okay. Kennelijk, je hebt niet veel vertrouwen in Europa. Of in de 0% rente die je krijgt. Terwijl in Amerika, ja, beloofd wordt dat er dat de rente in het verschiet ligt. Oké. Okay. Het aantal renteverhogingen willen ze gaan doen. VS een stuk of 7 of zo, geloof ik. Ja, het idee is dat ze, de kans klein is dat ze daar ook echt gaan komen. Ja. Mm. Maar hij staat nou weer onder de 1,10 de euro-dollar koers. Wat is er? Even kijken. Ik zal even wat tijd vol lullen terwijl jij je technische problemen oplost. Ja. Ja, wat ik in ieder geval apart van, daar hadden we vorige week nog over gehad, maar over dat de mogelijke einde van de petrodollar. Ja. Ja. Ik geloof dat nou Saudi-Arabië die zat erover te denken om een yuan te accepteren. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal dat menig leider noodlottig is geworden om iets anders dan de dollars te accepteren voor olie. Want het hele verhaal is dat het bij olie was, of dollar was goud gebekt. En toen goud in 1971 werd losgelaten, toen is Nixon daar naartoe gegaan naar Saudi-Arabië en heeft het min of meer een olie gebekt dollar gemaakt. En door de Saoediërs eigenlijk min of meer te dwingen om dollars te accepteren en die daarna in treasuries te gooien. Wat ik altijd een beetje zwak vind aan dat verhaal is dat ook als je die als die dollars in treasuries gaan, dan komen ze er uiteindelijk weer uit.
Dus het is niet zo dat je daardoor een continue vraag naar dollars creëert met olie. Doordat die olie, want dan ergens aan de andere kant komen die dollars er weer uit. Dat vind ik altijd een beetje een zwak punt aan dat verhaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je olie en dollars moet afrekenen, dan gaat elke overheid gaat een buffer en elke centrale bank gaat een buffer in dollars aanleggen. Omdat die kunnen ze dan gebruiken om olie te kopen. En dat is het hele rare wat er nu gebeurt eigenlijk. Dat je dollarreserves kunnen gewoon gecanceld worden, zoals bij Rusland gebeurd is. Maar niet alleen dat. Het is ook zo dat de dollar is eigenlijk een soort, en Rusland gaat nou, of Poetin, die wil hun olie verkopen in, en hun gas in roebels. Dus die gaat eigenlijk een soort roebel, een gasgebackte roebel maken. Oh, ja. Waardoor je zou kunnen zeggen, ja, dan moeten Europa moet dan roebels aan gaan houden om om gas te kopen wat ze nodig hebben. Wat we nodig hebben. En het probleem daarvan is dat om die roebels te krijgen moet je eigenlijk wat aan Russen verkopen. Maar Europa wil niks aan Russen verkopen. Dus je wil niks verkopen aan Russen waarmee je die roebels zou kunnen krijgen om dat gas te kopen. En dat zet natuurlijk de zaak heel erg onder druk. En er wordt wel gezegd dat ja, wat dan mogelijk is dat de Russische centrale bank heeft al gezegd dat ze misschien dat ze goud willen kopen voor roebels. Dat betekent eigenlijk dat je Europees goud, dat je dat voor gas gaat ruilen. Maar via de omweg, wij verkopen goud aan de Russische centrale bank voor roebels. En met die roebels gaan we dan weer gas kopen. Maar dan is het niet zo dat die Russen Mercedes'en kunnen kopen. Dat is dan nog steeds niet toegestaan. Ze kunnen alleen goud kopen. Wat natuurlijk eigenlijk een soort zelfmoord is. Want ja, dan ga je eigen goudvoorraad ga je gewoon slijten. Je eigen historisch kapitaal ga je verpatsen. Om nog een paar jaar gas te hebben of zo. Het is heel erg de vraag wat er gaat gebeuren. Want het zou best kunnen dat als je meer roebels nodig hebt om in Rusland gas te kopen, dat een heleboel centrale banken zeggen, nou, heb je meer aan die dollar? Ik ga roebelvoorraden erop nahouden. Nou, lijkt dat nog een beetje onmogelijk, maar ja, wie zal het zeggen? Ja. Dat was het eerste bericht dat prins Filip van, ik wist niet eens dat die gas bestond, maar prins Filip van Servië, die zegt, Bitcoin is vrijheid, we moeten het geld van de staat wegnemen. Dus nou ja, we kunnen het bericht wel even behandelen hoor. En dan later aan Josje vragen of je commentaar wil geven erop. Ja, het hele idee van Bitcoin, wat je heel veel Bitcoiners altijd hoort zeggen, is fix the money, fix the world. Hè? Dat is eigenlijk een mantra. Maar ik denk overigens dat een beetje te optimistisch is. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat een heleboel van die indoctrinatie en al die shit betaald wordt vanuit inflatie. Mm-hmm. Maar ook zonder inflatie kunnen ze nog steeds belasten en nog steeds een hoop schade aanrichten. Ik denk dat het hele verhaal van die massapsychose, wat je ziet van ja, wat je bij COVID zag en wat je nou weer met een soort Rusland, Russofobie ziet, ik denk dat breder is dan alleen fix the money en dat raak je kwijt. Dat heb je al heel lang gehad natuurlijk. Dan heb je ook al heel lang fiat geld gehad. En je zou kunnen zeggen, ja, dat kan wel minder ver doorlopen, want nu zie je een soort hele corrupte clusters ontstaan van medische, farmaceutische overheden, media, die allemaal betaald worden. Mm-hmm. En de vraag is of dat lukt als je geen belasting hebt, zal het zeker een stuk moeilijk worden. Maar de stelling van Bitcoin is eigenlijk, ja, zonder inflatie zou dat al... De diefstal die inflatie heet, zou dat al heel moeilijk worden om dat te fixen. En ja, ik denk wel, dat zal wel uitmaken, maar ik vraag me af of het niet een beetje te optimistisch is. Maar ja, het is sowieso een goed idee om de geld van de staat te scheiden. Mm-hmm. En het hele apart is dat, ja, je zal denk ik hooguit de prins van Liechtenstein zoiets horen zeggen. Maar nu dus de prins Philip of Serbia, die zegt, Bitcoin is freedom, say we need to take the money away from the state. En ja, je weet niet of dat soort oude monarchen nog een beetje zitten proberen om wat populariteit te herwinnen. Dat ze ruiken
zullen wel instincten hebben die zeggen, dit gaat binnenkort crashen. En als ik dan een oplossing heb voorgesteld, dan kan ik misschien wel eens op het schild gehesen worden. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, hij is zelf werkzaam in de financiële sector. En af en toe wordt hij nog wel eens met een tv-programma erbij gehaald om commentaar te geven. Dus dat is dan, ja, ze zullen daar in Servië ook wel een equivalent hebben van WNL. Dus bij dat soort programma's mogen ze dan af en toe, hebben ze een 16 seconds of fame, zeg maar. Wow. Mogen ze een quote doen. Dus dit had hij ook in een tv-programma gezegd. Dus, hij werkt in Londen in de financiële sector. Het hele vreemde is natuurlijk dat als ze zeggen van een erfopvolging, dan kan je een enorme balloot treffen. Je moet ze kiezen. En als de bevolking via democratie kan kiezen wie de machthebber is, dan wordt het een stuk beter dan die erfopvolging. Maar eigenlijk, als je in dit geval, en dat is natuurlijk altijd uitzondering op, maar je hebt wel eens het idee dat wat er nou gekozen wordt, dat het allemaal zulke ontzettende Mongolen zijn, of complete morele wangedrochten, dat je eigenlijk beter af zou zijn, en dat is ook wat Hans Herman Hoppe zegt, als je een vorst hebt. Vorst is altijd nog beter dan die democratisch opborrelende Bahar. Ja, goed, daar zit ook wel eens wat mindere kanten aan. Dus, maar ja, inderdaad, wat Hoppe zegt, dat argument, daar valt wel wat voor te zeggen, inderdaad. Want ze moeten best wel hun best doen, want anders is het nou, een volksopstand is zo geregeld, weet je wel. Ja, en het is ook zo dat, wat zijn argumenten, dat als jij het hele rijk aan je zoon wil doorgeven, dan ben je er iets minder slecht, ga je ermee om, dan dat je er maar 4 jaar uit kan leegtanken en daarna weer doorschopt naar de volgende. Ja, uit 8 jaar of zo. Dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld een huis zou hebben en je hebt een manager die er 4 jaar het meeste uit kan slepen aan huur. Dan zal die gewoon, weet ik veel, helemaal volzet met illegalen. 20 illegalen zijn het toilet aan het eind helemaal verstopt en alles helemaal verrot. Maar dat zal hem worst wezen. In feite heb je gewoon kapitaal opgesoupeerd. Want hij is er toch weg na een tijdje. En een vorst die heeft iets van, ja, dit huis geef ik daarna aan mijn kinderen door. Ja, zeg maar een beetje de Engelse spoorwegen. Weet je, allemaal van een 4-jaarscontract en niemand die wil het spoor onderhouden, want anders heeft de volgende, ja, die heeft er de baat bij. Dus daarom is het Engelse spoor altijd zo kut. Ja, of die bosbouw of visbouwlicenties, dat is ook zo'n verhaal van, jij mag er nou 4 jaar kappen, of 10 jaar kappen of zo. En daarna mag jouw concurrenten 10 jaar kappen. Ja, dan ga je natuurlijk zorgen dat als die concurrent het in handen krijgt, dat het dan echt werkelijk totaal waardeloos is en helemaal leeggekapt en dat je er dan geen zak meer aan hebt eigenlijk. Dat is het verhaal en dat lijkt me iets beter geregeld. Ja, het is natuurlijk monarchie, is ook niet ideaal, maar als je kijkt wat er nou inderdaad aan democratische machthebbers rondwaart, dan krijg je wel het idee van, ja, dat is echt zo slecht, zou je het niet eens krijgen als je gewoon een random pijl op een dartboard gooit. Dus een willekeurige kelner zou aanstellen, dan zou je het nog beter hebben dan wat je nu krijgt aan machthebbers van die klimaatdrammers en dat soort figuren. AOC was toch een kelner? Ja, ik zeg niet, dat is een kelner die daar de macht wist door te stoten. Maar je gooit een dartboard, met een dartpijl gooi je gewoon op een bord met namen van kelners. En dan heb je een random kelner te pakken en dan denk ik dat het beter is. Als je die kelners in een grote gevecht gooit, wie het best kan liegen en bedriegen en wat er dan naar boven komt, dan zal ook een slechte kelner zijn. Nou, we hadden trouwens nog wel even vergeten de marihuana-index te doen, maar ja, zoals je ziet. Oh jee. Ja, dat is nog steeds glijbaar naar beneden. Ja, gaat dat zo naar beneden? Ja, nou, als je helemaal uitzoomt, dan zie je dat het 5 jaar geleden, nou 9 jaar, nee. Ik zat hier even op 10 jaar geleden. 10 jaar geleden had ze echt zijn hoogtepunt. En daarna is het eigenlijk, het zit nu echt op een dieptepunt ook. Dus zeg maar vlak voor de legalisatie of zo, rond de legalisatie. Ja. Toen hebben ze echt even een hele grote piek gehad. En het zit nog steeds. Ja, je kan misschien met een beetje fantasie, ontstaat er nu een dieptepunt. Als je nu weer omhoog gaat, zou je nog een dipje hebben en dan heb je een mooie cup-and-handle-patroon.
Nou, dat is natuurlijk ook heel lokaal, want zouden nou de Europese marihuanaprijzen ook zo zijn? Wat is, dit zijn een aantal bedrijven in Amerika waarschijnlijk of zo. Ja, de spotprijs van marihuana, zo'n marihuana futures markt. Ik heb geen idee eigenlijk wat het is. We deden maar eigenlijk meer voor de gein. Dus ja. Dus even kijken, als je nu gaat kijken. Ja, je zou een beetje de prijs van Bitcoin Cash kunnen noemen, weet je wel. Eén keer de piek gehad en dat sikkelt nou een beetje voort. Ja, dat is een heleboel crypto natuurlijk. Ja. Als je nu kijkt, is hij wel omhoog gegaan. Maar dat is echt inzoomen, weet je wel. Hmm. Dus dat is een microprocent in verhouding met wat het ooit was. Ja, ja goed. Ja, laten ik denk we dat het dan bedrijven zijn, want volgens mij de prijs van marihuana zal niet zo heel erg fluctueren. Nee, er zijn marihuana stocks inderdaad. Hè? Stocks in, ja, en daar was natuurlijk een enorme hype in. Maar goed, ja, laten we naar het volgende bericht gaan. Ik neem aan dat we alles over Prins Philip gezegd hebben. Ja, ik heb nog wel even gekeken naar dat vorstenhuis. Servië had eigenlijk in de laatste 200 jaar twee vorstenhuizen. En dit was van het minst succesvolle vorstenhuis. En je had een ander vorstenhuis, dat is in de vooral 19e eeuw vaak aan de macht geweest. Maar die konden volgens mij op een gegeven moment geen troonopvolger leveren. En toen zijn ze bij dit vorstenhuis, waar Prins Philip vanaf stamt, die is toen op de troon, mocht toen op de troon zitten. De claim naar de troon, dat hadden ze te danken, omdat ze rond 1800 een succesvolle opstand hebben geleid tegen, of de voorvader van dat huis, die heeft ooit met succes een opstand geleid tegen Oostenrijk-Hongarije. En ja, daardoor kreeg hij recht op die titel. En ze hebben dus ergens in de 19e eeuw een keertje op de troon gezeten. Daarna hadden ze niet erg veel geluk. Want ze zijn elke keer door een socialistische of door een communistische opstand hun claim naar de troon weer kwijtgeraakt. De eerste keer was het rond 1800. De eerste keer was het rond 1918 bedoel ik, dat ze hun troon kwijtraakten. En de keer erop was het 1945, toen de Communistische Partij een einde aan de monarchie maakte. Ja. Dus dat was een beetje de korte geschiedenis van het Servische Koningshuis. Ja. En nu zitten ze dan in Bitcoin. Goed, dan gaan we naar de eerste berichtje, of eigenlijk het tweede berichtje bedoel ik. Sowieso nog over vorstenhuizen zo. Ik moet wel eens denken aan Willem-Alexander die dan zegt van, wat zei hij ook weer toen de mic open stond bij die fotosessie van, over COVID. Ah, dat is toch allemaal nepnieuws of zo, zei hij. Toen zijn dochter zei van, ah, pap, dat mag je niet zeggen. Ik heb het idee dat die vorsten wel ruiken van, nou ja, in principe hebben wij het verloren. De macht zijn we kwijt en we zijn een beetje, zeg, symboolhoofden. Ja. Maar ze hebben wel het idee van, ja, als de huidige regering er nou een enorme bende van maakt, dan zijn wij wel een natuurlijk condensatiepunt waar een protest zich rond kan ontwikkelen. Ja. Ik heb het idee dat ze zich wel eens positioneren als alternatief, zeg maar. Dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je niet te vroeg je op gaat stellen tegenover de machthebbers, maar op het juiste moment dat je afstand gaat nemen en dat iedereen dan denkt van, oh ja, dat is eigenlijk een beetje zoals wat we al eerder hadden besproken met Pieter Omzicht en zo en dat soort Thierry Baudet, dat zijn die waren eerst voor hardere maatregelen en dan opeens zien ze van, hey, het politieke tij is aan het keren, weet je wat, we kunnen ons maar beter aan de oppositiekant opstellen en daar gewoon een hele berg ontevredenheid oogsten. Ja. En zij ruiken, denk ik, die vorsten die ruiken wel, die hebben zowel een neus hebben voor ontevredenheid. En daar kunnen ze natuurlijk op incashen, of dat zou mogelijk zijn. Ja. Als er een kans is voor ze, dan is dat het. Ja, en op zich een republiek is niet zo nieuw hoor. Ik bedoel, je had voordat de monarchie was, had je ook al republieken. Ik bedoel, Romeinse Rijk is als een republiek begonnen. Ja. En dus het is een soort, ook een soort stoelendans, denk ik. Dan zijn de mensen een republiek weer zat en dan komt er weer een monarchie. Dan zijn ze een monarchie weer zat, dan komt er weer een republiek. Dus
Ja, ik denk dat in tijden van dat het helemaal in de soep loopt, mm-hmm. dat je dan mogelijkheid hebt om te zeggen van, ja, zie je wel wat voor bende ze ervan gemaakt hebben. Nou, laat mij maar weer even. Zo. Dan, en dat mensen weten het ook niet, want ze hebben natuurlijk nooit zo goed over nagedacht. En zeker nou met democratie is het zo van, ja, dat is het eindpunt. Dat is gewoon beter dan democratie, dat kan gewoon niet meer. Dus dat is de definitie van vrijheid. En ja, als het dan een zootje wordt, dan denk ik dat het wel moeilijk wordt voor mensen om te bedenken van, ja, wat moeten we dan naartoe weer? Ik kan ook niet voorstellen dat ze dan zeggen, nou, maken we dan Willem-Alexander maar weer helemaal de baas. Nee, maar ja, je weet niet wat er naar voren bobbelt daar. Ik was trouwens nog wat vergeten. Net als dat hier wat hierboven staat. EFL, die geef ik ook weer weg, 10 EFL's. Het enige wat je hoeft te doen is uitroepteken, ik zal even de EFL-regel erbij halen. Is uitroepteken Ron Paul, zonder spatie ertussen. En dan kun je meedoen aan de prijs. Dan kun je 10 EFL's winnen. Volgens mij zijn die ook weer omhoog gegaan, de EFL's. Dus, zometeen als Josje erbij komt, die zal even vertellen wat de stand nu is. Dus uitroepteken Ron Paul als je 10 EFL's wil winnen. Hartstikke idee. Goed, ja, dan gaan we naar volgende bericht. Hè. Kijken, dat was. Oh, ik had hem al klaarstaan hier. Kabinet sluit machtsmiddel voor opvangplaatsen niet uit. Oh jee. Ja, dus hebben ze noodwetgeving die ze gaan inzetten. Het is niet zo dat jouw eigendommen niet veilig zijn hier, maar er is alleen in noodsituaties is er een mogelijkheid dat ja, als je meer dan 50.000 vluchtelingen uit de Oekraïne krijgt, ja, dan zouden panden zelfs in beslag kunnen worden genomen. Ja, dus wat ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, weet je wat, je krijgt een belastingvoordeeltje. Je hoeft geen OZB-belasting meer te betalen als jij een vluchteling in huis neemt. En dan zouden mensen echt waarschijnlijk aan vluchtelingen staan te trekken. Verschillende huiseigenaren die nog een zolderkamertje, die trekken gewoon vluchtelingen. Nee, ik zag hem het eerst, weet je wel. Oh, als je bij mij komt, dan kook ik ook nog voor je. Maar nee, ze gebruiken geen carrot, ze gebruiken een stick en ze gaan gewoon een pand in beslag nemen weer. Waardoor mensen natuurlijk een hekel krijgen aan Oekraïners. Dat is ook weer zo'n gevolg hiervan. Want dan zien ze niet als van, ja, mijn overheid pakt mijn huis af. Nee, dat konden de Oekraïners dat mijn huis wordt afgepakt. Die overheid moest wel. Wat konden die nou anders doen? Ja, inderdaad, als je een belastingvoordeeltje geeft, dan als dan een Oekraïne over straat loopt iedereen aan die Oekraïne te trekken. Ja, kom bij mij binnen. Nee, kom bij mij binnen. Ik zag hem het eerst. Hij komt de helft van de week bij mij en de helft van de week. Maar ja, dat doen ze dan natuurlijk weer niet. Ik heb overigens 3 Oekraïners in huis sinds gisteravond. Oké, belastingvoordeeltje of? Nou ja, in feite zit er natuurlijk wel, je krijgt een toeslag geloof ik, of nee, zij krijgen een toeslag. Huh? Van zoveel per week, ik weet niet precies wat dat is. Maar dat krijg je ook pas nadat ze ingeschreven zijn. En als je bij de gemeente wil inschrijven, dat is pas mogelijk vanaf 4 april of zo is de eerste dag. Oké. Hmm. Maar uiteindelijk krijg ik waarschijnlijk 4 vluchtelingen hier. Oké. Okay. Zijn er ook mensen die je kende dan? Of, nou, ik kende er eentje. Eén is de zus van mijn partner. En die 3 anderen zijn een dochter van de tandarts. En 2 vrienden. Dus die, ja, dat zijn 3 studenten eigenlijk. En die waren een beetje gestrand in Estland. Dus die moeder die belde Alina op van, kan je mijn kinderen en vrienden onderdak bieden? Dus nou, die is bovenop de zolder 3 bedden neergezet. Mm-hmm. En, heb je ook nog wel contact met mensen die in Oekraïne zitten? Ja, af en toe. Er zit nog een Amerikaan die ik weet, die zit nog dapper in Kiev. Ik geloof dat dat nog één bekende, die tenminste op Facebook ziet, dat die nog niet vertrokken is. Maar de meeste zijn daar wel. Zijn toch wel weggegaan. Maar ja, en mijn schoonouders die zitten daar ook nog. Maar die zitten in een relatief veilig gebied in de Oekraïne.
Ja, goed, we gaan het zo meteen nog over hebben. Maar ja, de kans is groot natuurlijk dat het de tweede Syrië gaat worden. Ja, het ziet er niet zo heel best uit inderdaad. Het wordt een beetje gerubbelized allemaal. En dan te bedenken dat ik er in december, misschien zelfs januari was het geloof ik, ja, was ik nog daar om een huis te kopen. Ja. Ja, dat is niet goed ingeschat, zeg maar. Nee. En nu is het echt bij de dip, hè? Ja, nou, je kan het misschien heel goedkoop krijgen, maar dan weet je niet of je er ooit eigenaar van wordt in enige zinvolle betekenis. Omdat, ja, als het achter een ijzeren gordijn komt te liggen, dan, ja, dan kan je misschien alleen met een visum naartoe of zo. Niet dat het dan in prijs omlaag hoeft te gaan, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dan kan je het aan een of andere Russische Rus verkopen, waarschijnlijk. En de vraag is dan of je je geld ooit naar deze kant krijgt. Ja. Maar goed, dat machtsmiddel, dat is nog, dat is nu nog mee gedreigd, zeg maar. Even in de chat, Flabbergast, die zegt, ik heb het gevoel dat al het geld naar de Oekraïne gaat nu, zoveel donaties. Nou, het is inderdaad zo, die grievenakkoers, die bleek maar niet omlaag te gaan. Dat is eigenlijk heel vreemd. Je zou zeggen, nou ja, land onder aanval van een stevige partij, zo zal die munteenheid helemaal in elkaar klappen. En dat deed hij niet, want die wordt waarschijnlijk van alle kanten dan gesteund. Tenminste, hij deed het niet als je een rekening had. Maar als je cash probeert om te wisselen, dan hier op Schiphol, dan bieden ze een nul ervoor. Dus dan krijg je helemaal niks. Maar die koers bleef aardig liggen. En nou las ik laatst dat de Oekraïnse Centrale Bank meer tegoeden heeft door alle donaties dan ze daarvoor hadden. Dus misschien is dat ook de reden dat het wel, ja, dat het wel te, ja, dat die munt het nog redelijk uithoudt. Omdat het aantal tegoeden is enorm toegenomen. Maar het vreemde is, ja, als die hele bank wordt, of dat hele land wordt ingenomen door Rusland, dan kan ik me niet voorstellen hoe dat helpt. Ja, dan zullen die het goed ook alweer bevoren worden. Bij een regering in ballingschap. Maar volgens mij hadden we dit ook een keer in het verleden met Venezuela gehad. Want Mart van der Leer had dat toen uitgelegd hoe dat zat. Dat ze verschillende koersen hanteren. Dus je hebt de straten. De waarde van de bolivar op straat is gewoon niks. Daar kun je gewoon niks mee met die munt. Mm-hmm. Maar voor de externe handel was het wel in één keer een hele gunstige koers. En, Dus in veel landen inderdaad, dat er een officiële koers is. Als je die neemt, dan word je bijna altijd genaaid. Omdat je dan betaal je veel te veel als je daar als toerist komt voor de lokale valuta. Als je het dan terug wil wisselen, dat is dan alleen voor mensen die ja, die bekende zijn van de regering, zeg maar. Anders dan kan je op de zwarte markt een veel belabberder koers krijgen. Ja. Nou, in ieder geval, dat plannetje van de confisceren van huizen, is dat nu nog alleen maar een plannetje of een dreigmiddel? Of gaan ze het daadwerkelijk doen? Ja, het is alleen nog een plannetje, zeg maar. Ja, ze hebben nu 25.000 plaatsen. Hij zegt, er komen die andere 25.000 gaan ook nog wel halen, dat je bij 50.000, maar als het bij meer dan 50.000 wordt, dan gaan ze ook nog rijksvastgoed inzetten, dus dan mag je in het gemeentehuis zitten of zo, denk ik dan. Ja. Ja, dat zullen wel allemaal van die panden zijn van de Universiteit van Delft of zo, die ze niet meer gebruiken, die grote bouwen. De vraag is wel, dat als dat meer en meer kantoordingen zijn, hoe je daar mensen gaat huisvesten. Omdat, ja, dan heb je niet de juiste sanitaire. Het kantoor heeft gewoon niet toevallig het juiste sanitair. Maar ik geloof dat jij wel eens een keer eerder zei dat het toch wel redelijk makkelijk om te bouwen is. Hè? Ja, tuurlijk. Je had in Amsterdam had je al kantoorpanden die gekraakt werden, weet je wel. Dus er zat ook al vol met uitgeprocedeerde vluchtelingen. Maar ja, je hebt dan niet een douchecel en dat soort dingen, weet je wel. Vaak is er ook geen water aangesloten. Ja. Dus, ja. Ja, ik heb dat nou thuis hier ook al een beetje natuurlijk. Want dan zitten er nou 7, straks 8 mensen. Maar ik heb 1 badkamer. Dus als je dan allemaal achter elkaar moet douchen. Nou, maakt het niet zoveel uit, want die studenten die kunnen een andere tijdstip kiezen. Maar als je allemaal de deur uit zou moeten op een bepaalde tijd, dan... Gelukkig ben ik de enige die nou hier naar de brek mag. Ja, maar goed, ja, kabinet die wil klokkenluiders beter beschermen. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Huigpluggen ook?
Ja. Ja, dat is ook een klokkenluider, hè? Die zit nou ook in de bak weer. Dus, die is... Waarvoor hebben ze wat hebben ze als officiële reden opgegeven om hem in de bak te doen? Ja, was hij weer... ze verzinnen het gewoon ter plekke, weet je wel. Dus ja, ze willen hem gewoon niet op straat hebben. Ja, ja, waarschijnlijk was hij binnen een straal geweest van iemand waar hij een gebiedsverbod voor had of zo. Ja, in ieder geval weet ik dat Willem Engel opgepakt is naar aanleiding van een petitie. Die ene Norbert, ik ben zijn achternaam even kwijt. Die man die had een petitie gestart om een handtekening in te zamelen om een zaak te beginnen tegen Willem Engel, zeg maar. En heel veel van die boze boomers hebben dat ondertekend. Hmm. 22.000 of zo. Terwijl een petitie om Hugo de Jonge te vervolgen voor daadwerkelijk echt dreigen wat hij gedaan heeft, hè. Ja, dat is dan verworpen, ja. Want van arm tot arm, van deur tot deur. Ja. Maar dat had 77.000 ondertekeningen, of misschien wel meer. Zeker 3 keer zoveel dan die petitie tegen Willem Engel. Hm. Maar ja, daar doen ze dan niks mee. Dus ja, het is... Nederland kent dus politieke gevangenen. Ja, het is wel zo. Wie had dat ooit nog kunnen denken eigenlijk, dat het zover zou komen. En waar is dat nou eigenlijk voor... nodig, want dat vraag je dan wel eens af van, zijn ze nou zo wanhopig dat ze echt denken dat ze zo iemand in de gevangenis moeten zetten omdat ze anders de grip verliezen. Je hebt het idee, voor je gevoel is hun grip gewoon 100% eigenlijk, toch? Ja, dat ze niet stuk kunnen. En toch hebben ze het idee dat ze alle oppositieleden moeten oppakken omdat ze anders de Sjaak zijn of zo. Ja, ik denk het, ja. Maar ja, goed, het is eerst lachen ze je uit. Nou, dat hebben ze inderdaad gedaan met ons. Hè. We waren wappies allemaal. Mm. En dan gaan ze je bestrijden, weet je wel. Met geweld. Ja, en daarna winnen we. Dus, ja, maar je zou zeggen dat dat alleen nodig is als je aan het winnen bent of zo. Maar ik heb dan altijd het idee van... Nou, ik denk wel dat de demonstraties werden ook steeds groter, hè. Ik bedoel, ze zeggen dan op tv, het zijn maar 10.000. Want je hebt het filmpje gezien dat ik gemaakt had. Het waren er overduidelijk meer dan 100.000. Dus, ja. Ja, ik heb wel het idee dat er inderdaad meer mensen wakker worden. Ja. Ja. En dan kijken hun liegen natuurlijk ook met de cijfers, hè. Want dan kunnen ze. Dan zeggen ze, er zijn bijna geen ongevaccineerden. Nou ja. Ik vond het wel heel raar dat als ik gewoon op het werk kwam, dat bijna het hele afdeling waar ik zat, was er maar 1 gevaccineerde, weet je wel. Ja? Ja. De rest was gewoon niet gevaccineerd van die plek waar ik toen was. Dat heb ik een idee van, misschien het is wat lager geschoold werk. Die zijn wat minder makkelijk te indoctrineren. Volgens mij, bij mij zitten allemaal van die hoogopgeleide figuren. Ik heb het idee dat die veel makkelijker in lockstep zijn te krijgen. Nu, het is science hub, steek je arm eruit enzovoort, hier houden. Nou, ik weet het niet. Maar bij mij was het gewoon van sommigen die hadden altijd met gezondheidsredenen te maken. De dokter had het afgeraden, weet je wel. En er was er eentje bij die vertrouwde gewoon helemaal niks van de farmaceutische industrie. Dus, want die had alleen maar nare ervaringen gehad met pillen en zo. Dus die wilde ook niet. En zo had iedereen een reden, weet je wel. Dus, Ja, maar dat doe je alleen, zeg maar, als je het vermoeden hebt van, ik word hier, er klopt iets niet, zeg maar. En ik denk dat misschien mensen met wat minder opleiding, is natuurlijk toch, opleiding is iets, een manier om conformisten te selecteren. Ja. Als je de goede antwoorden geeft, dan krijg je een hoog cijfer en dan mag je verder. Jij verdwijnt opeens van de... Ik weet het nog wel. Ja. Oké. Okay. Maar dat hoogopgeleide hier toch sneller intrappen. Wat ze niet voor mogelijk kunnen houden dat er zo tegen ze gelogen wordt. En misschien mensen gewone mensen wat meer ervaring daarmee hebben. Ja, maar in ieder geval klokkenluiders. Ja, want hebben ze bescherming nodig dan? Tegen wie dan?
Of zijn ze heel, heel selectief met klokkenluiders? En staat de positie van klokkenluiders, mensen die een vermoeden van een misstand bij een organisatie naar buiten brengen, wordt verbeterd. Ze krijgen betere bescherming, bovendien zijn er meer mensen voor wie deze bescherming gaat gelden. Bescherming is altijd een gevaarlijk woord bij de overheid, zou ik willen zeggen. Ja, dat betekent soms het omgekeerde, dat je vogelvrij bent als ze jou niet beschermen. Zijn dat nu alleen nog werknemers en ambtenaren, straks vallen ook vrijwilligers, stagiairs, zzp'er, aannemers, aandeelhouders en sollicitanten onder. Ik weet niet hoe je een zzp'er gaat beschermen. Want die ja, is maar ik voel hem al aankomen. Het gaat natuurlijk niet om mensen, de klokkenluiders die binnen de overheid klokkenluiden. Nee, ze willen dus eigenlijk dat mensen bij particulieren, ja, gewoon bij de private sector, dat die gaan klokkenluiden naar de overheid toe. Snap je? Mm-hmm. Dat willen ze stimuleren. Ja. Ja, dus je komt erachter dat er ergens belasting ontweken wordt. Oh, ja. Ja, dat soort dingen. Of, er dragen mensen geen mondkapje hier. Of hier doen ze niet aan de QR-code scannen. Ja, dat is een goeie. Want, ja. Want inderdaad, als je alleen bij de overheid, dan krijg je natuurlijk allemaal verkeerde dingen. Ja. Waar je eigenlijk niet op zit te wachten als overheid. Maar inderdaad, als je wil verraden mensen die hun afval niet goed scheiden of zo, dat soort de Karens. De Karens worden beschermd eigenlijk. Dat is eigenlijk het idee hierachter. Ja. Dus ik denk dat maar het is natuurlijk wel zo dat is dan binnen bedrijven, ZZP'ers, dan zou je zeggen van, oh, maar ZZP'ers, dat bedoelen ze waarschijnlijk ook van, jij bent werkzaam binnen een andere organisatie als ZZP'er. Mm-hmm. En dan als je die verlinkt, dan kunnen ze jou niet vervolgopdrachten weigeren of zo. Ja, zoiets. Moeten ze jou gewoon vervolgopdrachten blijven geven. Mm-hmm. Je bent wel een hopeloze ZZP'er als je daarin meegaat, want mm-hmm. Als je dat natuurlijk één keer doet, ja, dan ben je afhankelijk van vervolgopdrachten van dat bedrijf die ze onder dwang geven, maar daarna word je nergens meer aangenomen, denk ik. Ja. Nou, dat is een goeie voor jou. Ik denk dat inderdaad, dat dit erachter zit, ja. Dat zal hem zijn. Ja. Wordt straks aan de werkgever om te bewijzen dat de benadeling niets te maken heeft met de melding over de vermeende misstand. Inderdaad, de vermeende misstand is, er worden hier mensen onder de tafel betaald of zo. Ja. Ja, ja, want als je kijkt hoe ze zelf met hun eigen klokkenluiders omgaan, dat is daarom heb ik zoiets van, wat is dit voor een raar bericht? Ik bedoel, kijk eens van hoe ze zelf met hun eigen klokkenluiders omgaan, weet je wel. Dus mensen die binnen de overheid, die zeg maar dingen op straat gooien, ja, die zijn de sjaak, weet je wel. Want dan zeggen ze, ja, maar je moet als dat misstand zijn, moet je dat melden binnen de overheid. Ja, en dat hebben ze al volledig afgevangen, want dat hoor je Snowden eigenlijk zeggen. Ja, het is een doodlopend verhaal. Ja, binnen de overheid is misstand binnen. Dan de overheid aan de openbaar te krijgen. En dan word je gewoon van een kastje naar de muur gestuurd en je komt nergens terecht. En als je het dan openbaar maakt, dan ben je opeens disclosing secret information, is het dan. Ja, maar even kijken hoor, we hadden nog een berichtje, hoe 7,5 miljoen euro met dreiging en druk naar lithium werks werd gesluist. Ja. Het beeld van vriendjespolitiek en dubbele petten ontstaat na het lezen van 489 pagina's gesprekken, stukken en andere correspondent die over de deal rond lithium werkt. Dat doet denken aan autobatterijaccu's, lithium. Hè. Zo blijkt onder meer dat Geert Braaksma er persoonlijk voor zorgde dat 7,5 miljoen werd overgemaakt door investeringsmaatschappij OostNL naar lithium werkt. Hij was toen al bij beide partijen commissaris. Een reconstructie van hoe miljoenen gemeenschapsgeld naar de mislukte batterijcampus werd gesluit. Ja, dat is ook bijna eigenlijk altijd het geval. Dat net zoals met die
dat enorme berg publieke geld dat naar die zonnestroombedrijven in Amerika ging. Dat is bijna allemaal is het fiet gegaan. Dus het is, zodra ze een hele hoop geld krijgen van de staat, dan wordt het direct in private zakken gezocht en laten ze de zaak ploffen. En ja, dus het was bij Obama die had bergen met geld richting alternatieve energiebedrijven gestuurd. En ja, dat mensen zeggen natuurlijk, oh, dat is goed, want dan krijgen we meer schone energie. Ja, dus dat moet een beetje een steuntje in de rug krijgen. Maar uiteindelijk is het gewoon, zodra je dat zegt, van dat is een goede zaak, nou, dan gaan ze helemaal los ook. Dan worden er echt bakken met gemeenschapsgeld in allerlei private zakken gestopt. En daarna weet natuurlijk niemand nergens meer wat van. Nee, ja. Ja. Ja, maar dit is zo vaak gebeurd dit, joh. Dit is... Ja, het is bijna... Ik weet niet. De herhaling van zetten als we daar steeds weer op uitkomen. Ja, en kennelijk, ja, ik bedoel, ze moeten er inmiddels wel van geleerd hebben bij de overheid, zou je denken. Maar ja, het blijft gewoon doorgaan. Dus ja, ik denk ook dat dat, ja... Dat is gewoon hoe de overheid werkt, hè? Ja, wat ze ervan geleerd hebben is dat je daar aan mee moet doen. Omdat het geld aan alle kanten uitlekt en je altijd wel beloond wordt als jij hetzij een oogje toeknijpt aan de ene kant. Hetzij je zakken openstelt aan de andere kant. Dus ja, waarschijnlijk die ambtenaren krijgen allemaal baantjes bij dit soort instituten. En ja, dan krijg je een soort Hunter Biden no-show commissaris toestand. Mm-hmm. Ja. Labbergas zegt het geluid stottert weer een beetje. Oh jee. Alleen bij ons beiden of bij... alleen bij Peter of bij mij? Nou, het stottert nou misschien zoveel dat hij niet kan reageren. Het is nu vanzelf weer goed gekomen. Oké. Ja. Maar de geluidskwaliteit is wel verder prima, hè? Ja. Zolang er wat doorkomt, misschien. Maar we gaan even kijken, hoor. Hier zien we Poetin al. Nu pas Poetin. Hoe je vaccinatiestatus... God. Oh, dit is erg. Hoe vaccinatiestatus might predict the your views on the Russian invasion in Ukraine. Ja, dit vond ik wel weer leuk. Ze hebben een onderzoek gedaan en het blijkt dat ja, de mensen die dan anti-vax waren, of die er vragen bij stelden of twijfelden, die hadden ook vaak tegendraadse ideeën rond Oekraïne en Poetin. Dus ze kunnen met de ene, kunnen ze de vaccination status, kunnen ze jouw mening voorspellen over de Russische invasie in de Oekraïne. Oké. En ja, wat het eigenlijk voorspelt volgens mij is dat hoe conformistisch ben je. Als jij totaal alles slikt wat de overheid zegt, en ik geloof dat dan zo'n 80% is of zo, dan slik je alles op het gebied dan heb jij je Twitter profiel zeg maar in de juiste kleur staan tijdens vaccinaties en je hebt je Twitter profiel op de juiste vlagkleur staan als Oekraïne. Dat, je weet dan gewoon, oh, nu moet ik omgaan. No. En dat bedoelen ze. Dat, dus het is niet zo dat het een het ander voorspelt. Het is meer zo dat als jij een totale conformist bent, dan kan ik ook al jouw toekomstige meningen voorspellen. En dat is gewoon alles waar de media van schreeuwt dat je ervoor of tegen moet zijn. Mm-hmm. Lijkt mij. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, volgens mij, ja, er zit misschien wel wat in dat die mensen natuurlijk, zeg maar, wappies die zijn, misschien wat argwarend, ja, wat minder naïef richting het nieuws, zeg maar. Die trappen niet zo snel in. Ja, ik denk dat
Ja, maar misschien is het ook zo dat wappies hebben gewoon zo'n ontzettende hekel aan hun overheid gekregen. Dat ze gewoon automatisch alles inverteren wat die overheid zegt. Ja, als je een keertje met zo'n demo meeloopt, zie je wel een hele hoop vlaggen en uniform, hoor. Van? Nou, je hebt heel veel militairen die meelopen en je ziet heel veel vlaggen. Dus een Canadese vlag, je ziet ja, een Nederlandse vlag vaak op de kop. Dat soort dingen, weet je wel. Dus, maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, als er mensen argwanend zijn tegenover de overheid, dan ze lopen wel met heel veel staatssymbolen. Ja, maar hun eigen overheid. Ik denk die mensen met een Canadese vlag lopen. Ja. Die steunen de truckers bijvoorbeeld. Maar ja, okay. Ik denk niet dat ze Trudeau steunen. Nee, maar ja, je hebt ook heel veel militairen die meelopen. Ja. Ja, maar militairen worden natuurlijk op een gegeven moment aan de kant geschoven. Mm-hmm. En dan denken ze van, hey, wacht eens even, ik heb een enorme... Ja, ik heb me erin laten luizen eigenlijk. En ja, daar word je niet vrolijk van. Maar dat is wel bemoedigend. Maar je ziet natuurlijk ook dat er heel veel... militairen zelfmoord plegen nadat ze van zo'n militaire actie terugkomen. En dat is denk ik ook iets van, ja, ik ben erin geluisterd. En, ja, het is wel zo. Ja. Komt iemand bij, geloof ik. Die ventilator. Oh, okay. Ventilator aan het dak hangen. Ja, die is weer weg. Okay. Dat was maar eventjes. Ja, er zit een vriend van Jurien, die zit ook in deze groep, zeg maar. Oké. Die komt af en toe kijken en oh, het is allemaal Nederlands en dan gaat hij weer weg. Oké. Okay. Ja. Goed, ja, nou ja. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Even kijken waar we ook alweer waren. Italiaanse krant. Ja. Kijk hoor. Ja, dit bericht. Hartstikke idee. Kijk, een Italiaanse krant. Ja, dit werd ons toegestuurd door Mannix. Italiaanse krant, even kijken hoor, denies disinformation despite publicizing completely misleading front page photo. Dat gaat om deze foto. En dit komt uit een filmpje dat iemand maakte over een, ik heb de film trouwens ook gezien. Over een, hoe heet ze, die met clusterbommen hadden gegooid. Ja. In een Zuid-Oekraïnse stad. En dan doen Oost-Oekraïnse. Oh, sorry, ja, Oost-Oekraïnse stad, ja. Donetsk, ja. Donetsk, ja. Dus dat is al sinds het begin is dat eigenlijk een soort Russisch bolwerk. En ja, daar is midden in het centrum een enorme clusterbom ontploft. Waar je echt 20 doden of zo. Vreselijke beelden. Mm-hmm. En ja, dat wordt dan gepubliceerd. Maar er wordt eigenlijk bijgezegd dat de Russen dat gedaan hebben. Nou, ja, je weet nooit wie het gedaan heeft natuurlijk zeker. Maar ja, ergens is het onwaarschijnlijk dat iets wat heel erg Russisch is, dat door de Russen gedaan worden, tenzij ze natuurlijk een vals vlek willen doen en de tegenstander de schuld geven. Maar ik weet niet precies waar ze hiervan, wat de beschuldiging was. Disinformation by publishing a front page photo of a Ukrainian ballistic missile strike on Donetsk. Ja, dus ze zeggen dat het is een Ukrainian strike. Ja, en het zou goed kunnen natuurlijk, het zou niet de eerste keer zijn dat Donetsk door Oekraïnse regering onder handen wordt genomen. Mm-hmm. Dus ik sluit niks uit, hoewel de Oekraïners hier in huis waarschijnlijk al zeker weten dat het onmogelijk door de Oekraïnse overheid gedaan kan worden. Ja. Mm-hmm. Maar ik ben daar niet zo zeker van. Het zou mij niks verbazen als... Ik heb toch het idee dat de strategie van Zelensky een beetje is van probeer het allemaal zo erg te laten lijken dat je NAVO erin betrekt. Als je de NAVO erin sleept, dan kan je Poetin verslaan en anders niet. Dus je moet af en toe moet je vreselijke beelden laten zien. En ja, dan moet je zeggen, hey, jullie doen niks enzovoort. Dan moet je op bedacht zijn dat zomaar zou kunnen gebeuren. Ja.
Er wordt ondertussen heel veel in de chat getypt. Ik heb nog steeds geen idee. Het is verbonden met de World Economic Forum. Ja, het is... dat komt later nog geloof ik ook. Het lijkt me, veel anti-vaxxers er ook niet blij mee zijn. Ik heb nog steeds geen idee of Poetin nu een heel simpel, slim spel speelt of erin is geluisterd en dom is. Ja, ik ben er ook nog niet over uit. Maar ik kan nog wel apart uitpakken dat, omdat hij natuurlijk een groot gedeelte van de voedselproductie in handen heeft. Met de Oekraïne en ook aardgas en olie. En nou zegt hij van, ja, kom maar op met die roebels om ervoor te betalen. en het is natuurlijk heel moeilijk om dat af te zetten. Ik zag dat de gemeente Houten hier, die heeft, haalt zijn gas bij Gazprom vandaan. En die zijn nu aan het overwegen wat ze moeten doen. Maar ja, de hele stadsverwarming, die runt dan op Gazprom gas. Dat betekent dat als ze dat loslaten, dan zit hier iedereen hier zonder warmte en warm water. Dus... Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Dus dan moet de gemeente Houten op een gegeven moment roebels gaan aanschaffen om Gazprom te betalen. En hoe kom je dan naar die roebels? Dat is, als je niks mag verkopen. Dus dat is ook, je kan nog zeggen, dat kan nog heel goed uitpakken voor hem. Aan de andere kant, ja, ook als die Oekraïne weet te veroveren. En wat ik een beetje zo... Ja, in onze media krijg je te horen dat het bijna onmogelijk is, maar... En dat het tot stand is gebracht, de opmars. Maar ik denk dat de Russen lijkt het een beetje op dat ze gewoon heel langzaam gaan. Ze gaan gewoon langzaam, maar wel steeds verder en verder en verder. Mm-hmm. En het zou me niet verbazen als ze toch het land wel kunnen veroveren. Maar het punt is volgens mij dat het ondoenlijk is om het vast te houden. Het is een ontzettend groot land. En ja, er is toch wel redelijk wat verzet in de zin van mensen die er gewoon geen zin in hebben om weer bij Rusland te horen. En ja, als je een heel groot land moet bezetten, daar heb je gewoon, er zijn schattingen dat er 700.000 man voor nodig zijn. Dat kunnen ze natuurlijk nooit bekostigen. Ook niet als ze dingen doen als uranium export verbieden of zo. Wat dan altijd betekent dat er dan een of ander landje, China, gaat opeens een hele hoop uranium kopen. En die verkoopt dat dan weer door of zo. Dus dat betekent gewoon dat de westerse landen iets meer ervoor betalen. En dat China daar een meevallertje heeft. Maar zelfs als ze dat doen, lijkt me nog voor Rusland heel moeilijk te bekostigen, zo'n bezetting. Dus ja, ik weet het niet of die nou slim spel speelt of erin geluisterd. Ik denk niet dat hij dom is, dat geloof ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat hij wel de tegengas een beetje onderschat heeft. Omdat Rusland is het meest geboycotte land ooit. Zeg maar. Dus dat is niet eens Noord-Korea, Irak of Afghanistan of dat soort landen. Nee, Rusland is het meest geboycotte land. Ja, maar wat één ding weet ik zeker. Dat we nou heel veel Poetin-experts erbij gaan krijgen. Hè? Weet je wel, even van die deskundologen. Ja, dat is altijd wel vervelend. Voor zeggen, nou, wat hij wil, is de Sovjet-Unie in ere herstellen. Zo. Ik weet wat hij denkt. Hij droomt van een groot Rusland. Nou, denk ik wel zo dat alle leiders uiteindelijk... Ik denk zelfs Mark Rutte droomt dat die EU... Pipo in chief wordt of zo. Ja, het punt is alleen dat Timmermans die wilde ook de EU uitbreiden naar Turkije en ik denk dat Timmermans zelfs Japan erbij zou willen hebben. Maar het punt is natuurlijk dat al die lui willen allemaal een groot rijk hebben. De vraag is alleen, kunnen ze het bereiken? Dus Poetin zal ook best wel het grootste rijk ter wereld willen hebben, maar de vraag is natuurlijk een beetje of hij het kan bereiken. En dat lijkt me niet, omdat de hele, wat je hebt aan het begin van de Sovjet-Unie, was natuurlijk zo van, we gaan een communistisch heilstaat maken. En dan heb je zeker nog een hoop enthousiasme bij mensen die zeggen, oh, daar geloof ik ook in een communistische heilstaat, teken mij maar bij. Dus je hebt een hele hoop steun, ook vanuit Tsjechië en Slowakije en Hongarije enzovoort, en Oost-Duitsland. Het is niet alleen dat je daar met militaire macht komt, het is ook, er gaat een bepaalde, het spreekt aan, het hele idee. Maar dat,
als zo'n empire eenmaal geknald is, dan spreekt het niet meer aan. En dan weten mensen gewoon van, oh, dat is slecht nieuws als je daarbij hoort. En dat kan je niet compenseren door brute militaire macht. En je kan het ook niet compenseren door je loyaliteit te kopen. Want ik geloof dat, wat ik gehoord heb, is dat het in Russen daar bijvoorbeeld de Tsjetsjenen, die kopen ze de loyaliteit. Maar dat kost je een enorme bak geld als je daar maar geld in moet blijven stoppen. Dus zowel met geld loyaliteit kopen als loyaliteit afdwingen door een hele hoop geweld te gebruiken, is niet voldoende om jouw empire weer in ere te herstellen. Je moet een idee hebben wat mensen aanspreken. Ook als het idee helemaal fout is en tot de totale ontreddering en ellende leidt, zoals communisme. Maar als het nog in het stadium zit dat het aanspreekt, dan trekt het een hele hoop mensen uit de omgeving aan. En je hebt mensen die zich ervoor inspannen en zich inzetten. En dan heeft het een toekomst. Maar als het alleen van omkopen en afdwingen moet komen, dan is het gewoon een verloren zaak. Nou, wat ze in eerste instantie deden, ze steunden een communistische partij ergens in een land. En daarna gingen ze proberen daar mensen te beïnvloeden, die in het onderwijs vaak en zo. En dan, als dat eenmaal goed liep, dan wat muzikanten en van die John Lennon, zeg maar. Maar als dan zo'n land eenmaal communistisch was, of in een invloedssfeer was, dan gingen al die gasten tegen de muur. Want ja, die droomden van iets heel anders, hè? Die hadden een heel ander idee bij een heilstaat. En ik moet zeggen, dat kan werken volgens mij. Dat geloof ik, die methode, daar geloof ik in, zeg maar. Dat leidt resultaten. Dat hebben ze ook gedaan. Maar de reden dat ze dat deden was omdat dat in Roemenië, er is ook nog een film over gemaakt. Daar was die verzetsbeweging. Toen ging nog niet zo'n verzetsbeweging tegen de muur. Maar goed, Roemenië was dus communistisch geworden. En die gasten na het verloop van tijd hadden ze zoiets van, maar dit is niet wat we wilden hebben, weet je wel. Ja. En dus mensen zijn nog steeds niet vrij en het is gewoon een grote misère van middelmatigheid geworden. Dus die gingen toen, om een statement te maken, gingen ze een bankoverval plegen. Want volgens de doctrine was het onmogelijk om in een communistisch land zoiets kapitalistisch te hebben als een bankoverval. Dat gebeurde alleen maar in het Westen. Dus daar gingen ze een bank overvallen en ze werden opgepakt. En toen moesten ze meewerken aan een propagandafilm. Daar moesten ze zelf in meespelen. Om te laten zien van, als een soort straf, weet je wel. En daarna werden ze allemaal geëxecuteerd. Maar daar is dus nog een film over gemaakt. Dus heel interessant. En daarom hebben toen de Russen besloten van, oké, als er ergens een omwenteling plaatsvindt, dan moeten die verzetsbeweging die voor ons gewerkt heeft, die moet als eerste tegen de muur. Ja, ja, misschien, het zijn verraders dan. Ik kan me heel goed voorstellen dat er met de huidige, zeg maar, LGBTQ, transgenders en zo, dat zijn mensen die zich enorm fanatiek een beetje de bruinhemden van weleer mensen cancelen. Dus als jij, laatst was er met zo'n zwemwedstrijd waar die man mee vocht bij de dames en won. De dame die op de tweede plaats stond, die zei van, hey, in de kleedkamer is het niet zo fraai dat hij met zijn penis een beetje in de rond zwaait. Die werd gelijk van Twitter afgegooid. Dus die groep is enorm fanatiek en fel en die kan echt mensen cancelen. En is gevreesd dus. En die zwaait met heel veel macht eigenlijk. Ik denk dat die macht gebruikt wordt door slimme mensen om aan de macht te komen. Maar als die eenmaal de macht hebben, dan lijkt me dat inderdaad een groep die gelijk aan de kant geschoven wordt. Want ze zullen zeggen van, ja, jullie waren heel bruikbaar om ons aan de macht te helpen. Zoals de nacht van de lange messen, zeg maar. Maar nu ben je een potentieel risico geworden. Want je bent ook een bedreiging voor ons als wij aan de macht zijn. Want jij hebt een hele hoop volgers en je hebt een hele hoop cloud. En jij kan eventueel ook dat tegen ons gebruiken. En dat willen we niet hebben. Je hebt de methodes heb je in de vingers. Je hebt de contacten. Je hebt de hele methode om,
om macht af te dwingen. En dat hebben we liever niet. En dat zie je natuurlijk bij Stalin, was het ook continu het geval dat hij er zijn hele legerleiding uit liet schakelen. Of dan weer door de KGB en dan de KGB weer uit liet schakelen door de legerleiding. Om maar te zorgen dat er geen enkele oppositie kon opbouwen. Omdat hij was wel heel wantrouwig. Maar ik denk dat een zekere mate van wantrouwen wel terecht is. Want de groep mensen die jou aan de macht kan helpen, kan jij er ook uit halen. Mm-hmm. Eigenlijk moet je die inderdaad om zeep helpen. Er zegt nog iemand op via de Facebook chat, die zegt een idee hebben. Wat dacht je van neonazi's over de kling jagen? Oké. Wie zou dat dan doen, de neonazi's over de kling jagen? Ja, Poetin misschien de neonazi's van... Ja, die banderista's in Oekraïne. Ja, je kan je wel inderdaad... Het raar is dat ze nou die Tsjetsjenen tegen die neonazi's laten vechten. dat zijn van allebei de kanten de meest fanatieke figuren. Je zou kunnen zeggen dat daarna misschien een heel vreedzaam land ontstaat. Omdat alle meest extreme elementen zijn daar weggezuiverd. In ieder geval, Jan zegt het. We hebben iets meer context nodig om je vraag te beantwoorden. Maar goed, we hebben nog een ander berichtje. Weet je, dan ken je nog die laptop van Hunter Biden. Er was ooit een complotgek. Als je daarin geloofde. Misinformation was het. Dat was Russische propaganda. Russische misinformation. dat blijkt nou toch authentiek te zijn. Oké. New York Times, die eerst zei dat dat misinformatie was. Die zegt, het is toch allemaal echt... Maar het is niet alleen New York Times, hè. Ook Twitter gooide je er vanaf. Het was echt heel breed gedragen dat het onzin was. Dat blijkt nou dus toch te kloppen. Smeuïge foto's zaten erin, hoor. Ja, er zaten dus ook foto's, pedofiele foto's van Hunter Biden in. Wat hij met een 14-jarig meisje, en dat is dan de dochter van zijn overleden broer. Ongelooflijk haast, maar het is bijna zo ongelooflijk dat ik denk dat Hunter Biden zo'n ontzettende crack addict is, dat als je hem belooft van, je kan een weekje in een hotel zitten met een hoeveelheid crack, zoveel als je wil, en wij zorgen dat het allemaal goed komt en dat je nergens last mee hebt en dat je met rust gelaten wordt, maar we willen wel een paar foto's van je nemen, dan denk ik dat Hunter zegt, ja, prima. Ik denk dus niet dat het nou echt een pedofiel is. Tenminste, hij komt niet op mij over als een typische pedofiel. Hoe ziet een typische pedofiel eruit? Ja, Jorik Demming denk ik dan wel aan. Dat lijkt me nou, daarvan zou ik het veel meer geloven. Maar kijk, hij is natuurlijk ook iemand die met... op zichzelf gefilmd heeft dat hij met een Russische prostituee aan het bangen is. Mm-hmm. En dat lijkt me ook een beetje incompatible met elkaar. Zeg maar een kind of een Russische prostituee. Dus ik denk dat hij dat gewoon allemaal... Als zijn drugsdealer zegt, ik wil graag een verzekering hebben, en dat is een foto met jou met whatever, dat hij dan zegt, oké, het is prima. Geef me die druk. Dat is mijn gevoel, zeg maar. Dat. Ik weet niet of het waar is natuurlijk. Ik heb er nergens bewijzen voor. En ik heb ook het idee dat inderdaad pedofielen hebben een bepaalde uitstraling of zo. Ja, ik weet van... ik denk dat je er verschillende soorten in hebt natuurlijk. Maar je had zo'n... in de hippie-wereld had je zo'n... Ja, ik ben de naam even van die gast kwijt. Maar zo'n een of andere professor, de man was een beetje kierenwiet ook. Ja, die had een soort ideologie, hoe noem je zoiets, een filosofie. Waarin, zeg maar, seks was altijd goed. Okay. En het was ook goed om het met kinderen te doen, want ja, die leren daarvan. En die help je dan bevrijden. En het was een soort bevrijdende energie, zoiets was het. Ja, heel, heel wazig, het is niet mijn... niet mijn ideologie, maar
Je moet altijd een ideologie bij verzinnen om het te rechtvaardigen natuurlijk. Maar het is wel breed gesteund in de jaren 60 en 70 bij een bepaalde groep mensen, weet je wel. Dus ja, het is verder ook niet goed afgelopen met die man. Ik geloof die gedwongen opgenomen was of zo. Maar ja, hij heeft wel wat een hoop boeken geschreven. En, ja. Dus, en dat soort dingen stonden erin. Ja. Ja, ik heb meer het idee van... maar dat er een bepaalde manier kan je aan een uiterlijk zien. Op een bepaalde manier krijg ik een beetje een creepy gevoel. Een bepaalde uiterlijk. En Hunter Biden heb ik dat niet zo. Er zijn allemaal foto's dat hij een crackpijp hangt te lurken. Ik denk dat het gewoon ontzettend drugsverslaafd is. Dat het primaire punt is bij hem. En dat de rest daaruit gevolg van is. Omdat er allemaal... Want hij heeft ook een paar keer gezegd van ja, er waren een paar Russen die waren met me bij die hotelkamer. En ja, die hebben me gedreigd af te persen of zo. Natuurlijk, als jij de zoon van de president bent of de vicepremier. En je bent zo'n drug addict. Dat is gewoon, beter kan haast niet. Voor iedereen die denkt, ik wil een machtsmiddel hebben. Dat is al sinds de maffia van de Kennedys en zo. Dat je gewoon, je ging... Marilyn Monroe gebruiken en die sliep dan met een van de politici en dan kon je die en had je foto's van en dan ging je die daarna afpersen. Dus die politici heeft heel de samenleving in zijn grip en jij hebt politicus in zijn grip. En daarmee heb jij de hele samenleving in je grip. Of ja, en veel van die maffia die wilden dan eigenlijk gewoon met rust gelaten worden zodat ze hun drank en gambling en allerlei dat soort dingen konden doen. Ja, en dat heb ik het idee hierbij ook, dat die lui kijken naar Hunter Biden en denken van, nou, dat is bijna te goed om waar te zijn. Die vent met een beetje drugsvoorziening kan je gewoon alles voor elkaar krijgen. Je kan hem helemaal onmogelijk maken met allerlei foto's met 14-jarige meisjes enzovoort. Ja. Oh, ik krijg Monix, die volgens mij wilde er ook bij. Ik ben live. Kijk hoor, hier. Kan. In Berlin. Hoppa. Gezellig hebben we Monix ook. Ja. Even kijken. Waar was ik? We waren bij Hunter Biden. Ja, inderdaad. Ja, nou ja, goed. Het is... Maar in ieder geval leuk dat dit achteraf dan toch... Kijk, al die mensen die dan van Twitter zijn gegooid omdat ze dit zeiden. Mogen jullie nou weer terugkomen op Twitter? Nee, vraag het mij af inderdaad. Maar het is ook onwaarschijnlijk hoe weinig media dit dan krijgt. Hè? Want dit is dan door Greenwald geschreven, Glenn Greenwald. En er zijn wel wat andere punten waar dat ook gezegd is. Maar bijna heeft bijna geen aandacht gekregen. Die gemiddelde Nederlander. Die weet wel waarschijnlijk nog dat er een nep bericht was van de Russen. Om Biden in het discrediet te brengen tijdens de 2020 verkiezingen. Maar niet dat het waar bleek te zijn achteraf. Je kon het al aanvoelen komen. Want hij was natuurlijk al altijd... Hunter was al de ronde gaan doen bij Oprah en zo. En een van die softball interviews had hij gekregen. En had een boek geschreven erover, zijn verslavingsproblemen. En dus hij had een beetje de wind uit de zeilen genomen. Van dat je daarna kan zeggen van, ja, moeten we het daarna nog over hebben? Dat is allemaal helemaal behandeld. Het is allemaal bekend. Niks geen geheim. Ja, ik heb een probleem gehad enzovoort. Ja. Even kijken, ja, we gaan even naar het blad Rolling Stone. Het wordt steeds meer een politiek tijdschrift. Hè? Dus, er was ooit een tijd dat het nog over muziek ging. Ja. Maar er is ook een Rolling Stone, dat doet een beetje een rebels iets vermoeden. Ja, en dat is ook helemaal weg, hè? Ja. Michael Flynn, dat is van BlackRock. Een van de, ja, toch wel een beetje de meest invloedrijke man. Ja, is die van BlackRock? Michael Flynn toch? Was dat niet verhalingen mensen door elkaar? Hey, Finkel denk ik. Ja, niet met Fink. Fink, Fink, ja. Oh, dat was Fink. Ja, wie is Michael Flynn? Michael Flynn, dat is die generaal.
Voorspelde seven countries in 5 years of zoiets. Ik haal mensen door de war, Michael Flynn says, Putin Ukraine invasion is disrupting Bill Gates' New World Order. Ja, ik het nou ook door de war. Nee, Michael Flynn. Anders googelen we het even, joh. Doen we gewoon zo, hoppakee, recht naar muisje op Google Michael Flynn. Kijken, hier hoor, heeft zelfs een Wikipedia pagina. Ja, dit is één ding waar hij volgens mij beroemd van is, waar dat je weet van, oh, die vent, ja. Er staat hier wel... Volgens mij was het een Trump-gast, die toen onder tuin geleid is door de FBI, ja. Want ik geloof dat de FBI die zei toen van... Trump had hem aangesteld als National Security Advisor of zoiets. Staat hij wel in een uniform met allemaal medailles? Ja. Hij was de 25th US National Security Advisor door Trump. En toen kwam de FBI en die zei, ja, we willen even een praatje met je hebben. Toen zei hij, maar moet ik mijn advocaten meenemen of zo? Is er iets aan de hand? Nee, het is gewoon een gezellig babbeltje en absoluut niet nodig. En toen bij dat gezellige babbeltje toen zei van, ja, heb je met de Russische ambassadeur gesproken? Wanneer was het dan? Ja, de 23ste of zo. Boom! Kregen we gelijk de hele hammer down, maar dat was de 22ste of zo. Ja, zo'n soort lullig geval was het. En toen, toen is hij daar helemaal door geruïneerd, door het hele systeem van... de DOG, wat gewoon het Justice Department, gewoon een slagwapen is voor de Biden-administratie, voor de Democraten eigenlijk. En ja, ik geloof dat ondertussen is hij wel gerehabiliteerd allemaal, maar ja, waarschijnlijk heeft hij al zoveel aan proceskosten gehad, dat hij alsnog helemaal geruïneerd is. Ja, maar hij zegt in ieder geval dat de nieuwe wereldorde van Bill Gates is uitgesteld of zo. Maar ik heb hier nog een, ik had dit even gepost, maar ik heb nog een bericht dat hier helemaal haaks op staat. Even kijken hoor, houden we die even erbij. Wie zijn jullie? Hoppa, hier. Oekraïne, hier, hartstikke idee. Even laden. Oekraïne, dus ja, de oorlog in Oekraïne, die accelereert de Great Reset. Dus dat komt weer mooi uit voor deze man. Ja, op zich heeft hij natuurlijk, dit is dan iets wat van Klaus Schwab komt, hè? Ja. En Klaus Schwab die zegt van, dit versnelt de Great Reset. Ja, dat zou goed kunnen, want... Hier kun je het zelf worden zeggen. At the moment, I see several priorities for the global agenda. Natuurlijk Rusland en China naar elkaar toe. We must continue to fight. Dat is het moment dat je crashte. Die Schwab die wil eigenlijk het liefst een soort corporate controlled world government. Dat is zijn idee. En eigenlijk dat de overheid, de flabbergast zet trouwens, Vrijheid Radio is Great Reset. Great Reset hier. Weet je, last van de Great Reset. Maar zijn idee is dat eigenlijk overheden allemaal gebypast worden en door een soort global governments, die dan door de corporations geruled wordt. En het lijkt aardig te lukken. Maar ik weet niet of Michael Flynn dat ook bedoelt. Maar op zich is het wel vaak zo dat in dit soort eindspelen, het zijn allemaal exponentiële processen, dus hyperinflatie ook. Het gaat eerst langzaam en dan gaat het heel snel. En dat is bij, iemand heeft dat over faillissement gezegd. Er werd gevraagd van, how did you go bankrupt? En dan was het gradually, then suddenly. En dat is eigenlijk het hele verhaal van al die exponentiële processen. Dat aan het eind gaat het gewoon heel hard, want eigenlijk is alle vertrouwen al verloren. En moeten de zetten alleen nog gezet worden. Van die dollar, dat is een munt van niks, want je kan zo gecanceld worden. Je kan eigenlijk al op je
op je klompen aanvoelen dat nu Rusland hun dollarreserves gewoon bevroren zijn. En dat was eigenlijk met Iran al het geval natuurlijk. Iran mm-hmm. was de eerste dollarreserves bevroren. En toen dacht iedereen nog van ja, maar wij zijn geen Iran, dus nou, we lopen geen risico. Toen kwam Rusland, en bij Rusland kan je nog steeds denken van nou, we zijn geen Rusland, dus we lopen geen, wij lopen dat risico niet. Want ja, dat zijn dus stel gekke lui die zomaar land binnenvallen. Maar ik denk dat in China, dat ze al heel erg het idee hebben van, ja, wij worden ook aan alle kanten bedreigd. En wij zijn ook altijd de boeman, we're next. En dat betekent dat het opbouwen van dollarreserves voor China niet zo handig meer is. Ja, en voor een gedeelte was de dollar, was natuurlijk een petrodollar, gedekt door olie. Maar voor een gedeelte is het ook een soort Chinese productiemachine gebackt, de yuan geworden. Want wat er aan de hand was met China, is China produceerde alles wat de wereld nodig heeft. Van iPhones tot alle elektronica, tot kinderspeelgoed, tot t-shirts. Alles wat er maar in een Walmart ligt, dat komt ongeveer uit China. En die Chinezen die hadden eigenlijk min of meer een dollar backing daarvoor gegeven. Omdat ze hun yuan hadden ze gekoppeld aan de dollar. En niet eenmaal keihard gekoppeld. Maar het was wel zo dat als de yuan te veel omhoog ging. Dan drukte de Chinese overheid een hele hoop yuan. Kocht daar dollars mee op. En kocht daar dan treasuries mee. En daarom hebben ze de Chinese overheid een paar biljoen aan treasuries verzameld. Dat was eigenlijk in de onderdrukking van hun eigen yuan munt. Om die zwak te houden zodat ze hun export bevorderden. Maar daarmee heb je eigenlijk een soort verhaal dat de hele wereld kan met dollars, waar ze eerst olie konden kopen, konden ze met dollars, nou elektronica en consumptiegoederen en van alles nog wat uit China kopen. Dus dan krijg je nog altijd het idee dat landen dollarreserves gaan aanhouden om in China consumptiegoederen te kunnen kopen. Eigenlijk een petrodollar is nou eigenlijk een soort gadget dollar geworden. Dus, en als de Chinezen zeggen van ja, bekijk het maar, wij laten dat los. Ja, dan heb je en geen petrodollar meer, en geen goudgebackte dollar meer, en geen gadgetgebackte dollar meer. Mm-hmm. Dus wat kan je dan nog met die dollars? En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk het hele probleem ook. Rusland, ja, die mogen in feite niks kopen met die dollars. Ja, je ziet je eigenlijk voor Jan Lul dollars te verzamelen. Dus ik heb het idee dat het de dollarondergang heel erg gaat versterken. Ondanks het feit dat oorlog altijd de dollar versterkt. Dus je ziet nou ook dat de dollar vrij sterk wordt ten opzichte van de euro. Maar ja, de euro zit natuurlijk ook een beetje vast aan van ja, jullie zijn screwed met Oekraïne, een oorlog op jullie continent. Dus daar gaat de euro ook van onderuit. Maar ik denk dat, ja, dat de dollar ook niet ten goede gaat komen. Nee, dat kan me niet voorstellen. En ik denk dat al deze mensen dit wel aanvoelen van oké, het wordt een grote reset en je krijgt straks allemaal digital central bank currencies. Die gewoon naar believen aan en uitgezet kunnen worden. Dat is eigenlijk een volgende stap daarin. Dat niet alleen de dollarreserves van Rusland bevroren kunnen worden. Maar ze kunnen gewoon dan jouw bankrekening bevriezen. Van Piet Lul. Die iets verkeerd heeft gepost op het internet. En daarmee boing, krijg je 10% worden van je geld afgehaald. Of 20% of zo. Daar zijn ze wel op uit. En de vraag is alleen een beetje of mensen daar nog voor gaan. Hè? Want je moet toch het idee hebben van, ja, maar dat zou mij nooit gebeuren. Dat gebeurt alleen mensen die andere landen binnenvallen. En dat gevoel is denk ik wel heel zwak. In de zin dat als Amerikanen nou zouden zeggen, well, we hebben hier een central bank digital currencies. En jullie kunnen allemaal een rekening openen. Ik denk dat een hele hoop Amerikanen toch iets hebben van, ja, ik ben die truckers gezien. Weet je wat, ik hou toch mijn geld in dingen buiten het systeem. En als ik wat nodig heb, dan wissel ik het op het laatste moment om. Dus dan, ik houd in bitcoin, waar niemand erbij kan. En als ik wat wil kopen, dan flop. Dan knal ik het even in mijn digital central bank currency account. En dan koop ik wat van. Ik denk niet dat zo gaat als zij voorspellen. Maar ja, ik weet niet, ze zijn tot nu toe heel succesvol gebleken. Dus misschien heb ik het mis. Maar... Ja, ik zat dan even te kijken, de US dollar index staat nog steeds best wel hoog. Maar ja, maar ja, het zit op een kritieke grens, dat is die 100 punten grens. En
Ja, als hij daar doorheen breekt, dan is het, dan kan hij weer flink omhoog gaan de komende tijd. Dus, ja, het hele punt is dat als het oorlog is, dan wordt de dollar altijd sterker. Omdat er het idee bestaat van, als iedereen met elkaar vecht, dan moet je bij de sterkste macht zijn. En de sterkste macht, die heeft dan de sterkste munt. En een partij zoals de Oekraïnse overheid, die gewoon vervangen kan worden. Ja, die munt, die moet je niet hebben, want dan is een munt opeens niks meer waard. Hè. Maar ik denk dat macht is niet een goede voorspeller van waarde. En dat zag je natuurlijk al bij de Sovjet-Unie. Op een gegeven moment had long-term capital management, dat was niet meer bij de Sovjet-Unie, maar daarna. Had de long-term capital management in 1998 een heleboel Russische staatsobligaties gekocht. Mm-hmm. Omdat ze beweerden, een nucleaire macht, die valt nooit op zijn verplichtingen, op zijn obligaties. Mm-hmm. En dat was een foute veronderstelling, want uiteindelijk ging Rusland wel in default. En hoeveel kernwapens ze ook hadden, dat deed niks aan af dat ze toch in default gingen. Dus, en kernwapens kunnen je niet, een enorme militaire vliegtuigschepen, het vergroot zelfs de macht, de kans dat je in default gaat, omdat je te veel geld aan je militairen uitgeeft en te weinig overlaat voor de mensen die het verdienen. Dus ik denk dat heel veel mensen hun instinct daarin fout is. Die denken van, als het maar heel groot machtig is, dan zal het nooit default gaan, nooit falen. Ik denk dat het juist andersom is. Natuurlijk is het bij kleine individuele landjes, die kunnen onder de voet gelopen worden en dan ben je het kwijt. Maar ik denk die hele grote entiteiten, die gaan geheid, gaan die onderuit. Ja, dan gaan we nog even naar Zelensky toe. Want die begint een beetje Stalinistische trekjes te krijgen. Hij verbiedt, even kijken, 11 politieke partijen, waarvan de ene grootste, die 10% van de zetels heeft, die worden allemaal verboden. Vanwege zogenaamde vermeende banden met Rusland. En dus als je van een partij af wil die te machtig is of die niet met je meestemt, dan zeg je gewoon, volgens mij heb je banden met Rusland. En even kijken hoor, citing martial law, Ukraine, president signs a decree to combine all the national TV channels into one platform. Ja, een soort Pravda, zeg maar. Ja, maar het is eigenlijk zoals Nederlandse systeem ook werkt. Alle zenders zitten onder de vleugels van de overheid. Maar ja, het is natuurlijk vrij triest. Het is ook omdat altijd gezegd wordt van, Oekraïne vecht voor zijn vrijheid. Dat is, wat is die vrijheid dan? Ja, die vrijheid is dat je maar één politieke partij hebt en één media. Heel communistisch, ja. Het is niet hoopgevend. Het is ook zo. Als NCAP weet je natuurlijk ook wel bijvoorbeeld, je mag als man het land niet uit, want je moet vechten. Kijk, of mensen zien het als zinvol om te vechten, en dan hoef je ze ook niet te dwingen. Of mensen zien het als een hopeloze zaak. Of ze zien Zelensky niet als een partij waarvoor ze nou graag willen vechten. En dan heeft dwang ook geen zin. En dat is altijd het rare. Kijk, als je zegt de vijand komt, dan heeft niemand een probleem om te vechten. Want dan gaat hij op zijn eigendom staan met een geweer. En dan gaat hij dat verdedigen, zeg maar. Het probleem ontstaat altijd als je zegt van, we gaan voor jouw vrijheid vechten, 1000 kilometer verderop. Dan zegt de meeste mannen zeggen van, ja, wacht even. Ik weet niet helemaal wat je van plan bent, maar 1000 kilometer verderop, ik weet niet wat daar gebeurt, maar ik heb niet zo zin in. En dan komen ze altijd met een dienstplicht om de hoek zetten en dat soort shit. Omdat mensen niet bereid zijn hun leven te geven voor een doel wat ze niet helemaal goed begrijpen. En dat is natuurlijk, in Oekraïne is dat, dat Zelensky heel dat land mag besturen. Ja, dat is natuurlijk wel, dat is leuk voor Zelensky. Maar ik denk dat heel veel Oekraïners zeggen van, heb ik daar mijn been voor over bijvoorbeeld? Waarschijnlijk niet. En dan
dan moeten ze dus gedwongen worden, dat wordt daaruit geconcludeerd dan vaak, dan moeten we gedwongen worden dat ze hun been daar wel voor opgeven. En ja, als libertariërs zeggen natuurlijk van, ja nee, die initiële instincten van deze figuur om niet zijn been op te geven, om het territorium intact te houden van de centrale regering, dat is juist. En ja, dat hem dat verhinderd wordt, dat is onjuist. En ja, kan ik nog meer over zeggen? Dit lijkt me wel duidelijk. Ja, sluit ook wel aan bij het volgende bericht dat ik hier had. Het was een interview met een vrijwilliger. Iemand die vrijwillig naar Oekraïne was getrokken om daar te vechten tegen de Russen. Dat is dus een Amerikaan en die probeerde vervolgens het land uit te vluchten. Ik was alleen even vergeten een filmpje te downloaden zodat ik het kon laten zien. Maar ja, de link staat als ik dit post, zeg maar, morgen, dan staat de link gewoon in de beschrijving. Dat is een heel interessant filmpje. Je kan het ook bij de Twitter-account van Alex Rubenstein, kun je het ook terugzien. Ook van een Nederlandse gast trouwens, hè, die uit Spakenburg. Ja. Die had een drie jaar oud dochtertje, maar die ging ook naar Oekraïne toe om daar te vechten. Ja. En die kwam daar het land binnen en die kwam eigenlijk hele loesje figuren tegen die hem ronselden. En hem werd verteld dat door een hulpverlener daar, en die hulpverlener zei van ga niet met die lui mee, want ja, je wordt gewoon afgeknald. Je krijgt een oud geweer met drie kogels of zo en daar moet je het maar mee zien te redden. Ja, dat zegt deze ook. Als je volgens het land toch uit wil vluchten, als je denkt van nou, dit was niet het idee wat ik eigenlijk voor ogen had toen ik hier kwam vechten. Daar kom je het land niet uit. Een soort Hotel California, weet je wel. Ja. Je kan er wel in, maar er niet meer uit. Ja, en je moet niet vergeten, er is dus een heel hek, hè, om Oekraïne heen. Dat er ooit door Europees subsidiegeld daar is neergezet. Ja. Ja, dat is letterlijk een kooi. Je kan er gewoon niet uit. Een dubbel hekwerk. Dat zit zowel aan de Europese kant als aan de Russische kant zit er zo'n hek. Ja, ja, aan de Russische. Ja, ik hoorde ook van die verhalen van dat er dan van die transgenders waren. En die kwamen bij de grens en die zeiden, ja, ik ben een vrouw, laat mij maar door. En dat die dan gewoon teruggestuurd werden aan de grens. Door soldaten, die zeiden van, niet zeiken, je bent gewoon een man, go to war. En het maffe daaraan is natuurlijk dat al die progressieve klik in Nederland, die zijn en in Amerika ook, die zijn helemaal van met Oekraïense vlaggetjes te zwaaien en de supporters Zelensky. En het rare is natuurlijk dat die ook heel erg voor die transgender zijn. En als je zelfs maar de verkeerde pronoun gebruikt, dan word je al van allerlei sociale media gegooid. Maar in dat opzicht we zitten natuurlijk weer in een enorme doublethink situatie. Waarbij ze ja, zowel moeten verdedigen een regime wat gewoon transgender niet herkent. Wat transgender niet herkent. Dus dat is, het zijn weer van die dingen wat je natuurlijk veel bij progressieven ziet. Dat ze bijvoorbeeld, dat is heel erg voor Joden. Joden zitten daar helemaal dik in. En tegelijkertijd zijn er moslims die ze niet kunnen uitstaan. Of moslims die willen ze dan ook omarmen. Maar die moslims die kunnen de LGBTQ's weer niet uitstaan. Nee. En eigenlijk beweren ze dat ze voor alle onderdrukte vormen opkomen. Terwijl die groepen vaak enorm hekel aan elkaar hebben. Ja. En dat zie je denk ik hier ook een beetje. Dat, dat het heel moeilijk wordt om je ziet ook dat het helemaal geen nieuws krijgt, hè. Zowel het bericht van dat er oppositiepartijen verboden zijn en de media genationaliseerd is, dat krijgt bijna geen nieuws coverage in Amerika. Ja. In de mainstream, in de corporate press, zal ik maar zeggen. En ja, dat is natuurlijk omdat ze niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik denk dat hele LGBTQ, wat dit raar is ook, er zijn natuurlijk echt nazi's in Oekraïne die ook wel redelijk wat te zeggen hebben. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje vreemd als je dat dan. Hoe ze dat moeten verdedigen, laat ik maar zo zeggen. Het zijn geen nazi's, want Zelensky is een Jood.
Ja, dat wordt natuurlijk wel altijd gezegd. Ja, je moet, het zijn Banderista's, hè? Die hebben zich vernoemd naar een held uit de Tweede Wereldoorlog. Die door de nazi's gesteund werd. En dat zou dan verklaren dat er runetekens en andere nazi-symboliek gebruikt wordt. Dus ja. Ja, nou, dat verleden is ook wel verklaarbaar natuurlijk. Want ze hadden vreselijk geleden onder Stalin. Toen Hitler binnenkwam, toen dachten ze van, ja, alles beter dan die Stalin. Als hij tegen Stalin vecht, dan zijn wij zijn maatjes, zeg maar. Dus wat dat betreft is dat, kan wel historisch wel te vergelijken. Alleen, ja, je zou kunnen zeggen, als je nog een soort geschiedenisboek naleest, dan moet je zeggen van, ja, als je tegen de ene bent, kun je ook nog steeds tegen die ander zijn. Ja, daarnaast heb je ook een, je hebt al van die groepje, dat is een C-14 en Azov. Maar ja, je hebt er ook eentje die dan in het Oekraïens dan, vanuit Oekraïens vertaald, het Nationaal Socialistisch Front heet. Ja, ja, dat is gewoon letterlijk een naam. Die zijn er geloof ik niet zo groot, maar ze bestaan wel. Ja. Maar goed, ja, je had er ook nog een eentje. Frans gezin springt vanaf de 7e verdieping. Ja, dat is wel triest. Dus ja, 4 doden. 15-jarige jongen, die is de enige die het overleefd heeft met die zwaar gewond. Uh-huh. En ja, dus het vader, moeder, de zus van de moeder en 2 kinderen van het echtpaar, die springen van... Het drama voltrok zich rond 6 uur 's ochtends, kort nadat politieagenten hadden aangebeld met een arrestatiebevel tegen de 41-jarige vader in verband met een zaak rondom het thuisonderwijs van een gezin van zijn kinderen en de leerplicht. De agenten vertrokken weer toen de deur niet werd geopend. Even later vernam de politie dat er mensen van het balkon waren gesprongen of gevallen. Ja, vanwege de leerplicht, en deze mensen wilden het liefst hun kinderen zelf onderwijzen. En ze voelden zich zo klem, want er was arrestatiebevel tegen de vader. En toen zagen ze geen andere mogelijkheid dan van het balkon te springen. Mm-hmm. En dat is ook sowieso om 6 uur 's ochtends. Hè. Dat is ook weer altijd zo, de politie, die komen ze om 4 uur of 6 uur of zo. Als je half gedesoriënteerd bent omdat je in slaap bent. Dat is altijd een standaard procedure. En ja, het is gewoon beschaamd. Ja, het is altijd het verhaal, ja, we willen kinderen beschermen. Ouders die zouden niet goed om hun kinderen geven. De overheid geeft daar meer om. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo, zonder overheidsopleiding worden ze niet goed geïndoctrineerd. En ouders die zorgen niet zo goed voor de staatsindoctrinatie. Mm-hmm. En dan krijg je dit soort, deze bescherming leidt tot dit soort situaties dan soms. Ja. Mm-hmm. Maar er is ook nog een Duitse artiest. Die mag niet meer optreden bij een klimaatprotest. Vanwege blanke huid en dreadlocks. Ja. Ja, ik vond het ook wel. Het is een Duitse singer-songwriter, Ronja Maltzan, 28, is niet meer welkom op het podium van het klimaatprotest in Hannover vanwege haar blanke huid in combinatie met dreadlocks. De organisatie van de maatschappelijke afdeling van Fridays for Future vindt dreadlocks een symbool van verzet in burgerrechtenbewegingen van zwarte mensen. Dus zeggen dat heet dan cultural appropriation. Hè? Dat is culturele. Dus als een blank persoon dreadlocks draagt, dan is het culturele toe-eigening, omdat we als blanken niet te maken hebben met de geschiedenis of het collectieve trauma van onderdrukking vanwege ons voorrecht. We hebben een privilege, hebben wij natuurlijk. En ja, ik postte dit, omdat dit laat zien dat, dat noemen ze purity spiral, dat zo'n beweging als die klimaatpipo's, die doen een wedstrijd in wie het meest puur is en meest zuiver en ideologisch geweldig. En dan moet iedereen afgeschoten worden die ook maar enigszins niet helemaal puur of zuiver is. Mm-hmm. En ja, dan krijg je dat die groep steeds meer geconcentreerd wordt. En
eigenlijk blaast dat zichzelf op. Want, en dat wordt ook wel het Bose-Einstein groep. Wat is het? De Bose-Einstein Evaporation of Group Belief genoemd. Een artikel over. En een Bose-Einstein is eigenlijk, dan heb je een groepje moleculen. En je gaat gewoon de meest, en de temperatuur is heel laag. Dus bijna bij absolute nul. En hoe kan je dat dan nog verder afkoelen? Nou, hoe je dat kan doen, is door het meest enthousiast rondspringende molecuul, die af en toe flink uit de band springt. Op het moment dat hij uit de band springt, dan schiet je hem met een laserkanon, schiet je dat molecuul eruit. En wat er dan achterblijft, is minder hard bewegend. En zo kan je een situatie bereiken dat je een heel raar stofje krijgt. Dat heet Bose-Einstein condensaat. En dat ja, een soort implodering, omdat alle beweging eruit gehaald is. Het is heel, heel koud is het geworden, dan dicht bij het nulpunt. Mm. En er wordt wel vergeleken met groepsbelief, omdat je dan bij zo'n soort cultachtige beweging, heb je dan dat er iemand die daar ook maar ietsje buiten de band springt, die wordt eruit geschoten. Hey, dat is Yoshi. Ja, dat is Yoshi. Kijk, gezellig mannen. Ik wil nergens inhaken vallen, dus ga gerust door. Ja, ja. Ik drink er eentje op. Ja, proost. En het punt is dus inderdaad bij die groepen dat ze dus zo'n figuur, die staat dus, die is blank, die heeft dreadlocks en die probeert dan de klimaatonderdrukking bij elkaar te zingen. En die wordt er dan uitgegooid omdat ze culturele toe-eigening doet. Omdat ze eigenlijk geen dreadlocks mag laren. Omdat dat typisch is iets voor zwarten die onderdrukt zijn. Maar eigenlijk schiet je zo alle mensen die ook maar enigszins kritisch zijn in zijn groep, die schiet je eruit. En wat je dan overhoudt is iets wat zo conformistisch is dat het implodeert. En ik denk dat toch wel een beetje aan het geval is. Wat ook versneld gaat worden bij de klimaatbeweging, denk ik, door benzineprijzen van 3 euro per liter of zo. Dat veel mensen denken van ja, ik vond het allemaal een leuk idee en het klonk allemaal heel goed, die global warming. Maar wacht, ja, 3 euro per liter benzine, dat ja, flikker maar op met je onzin. Dat ze zich dan opeens herinneren dat het misschien onzin is. En ik denk dat de klimaatbeweging nu aan een soort zuiverheidsspiraal bezig is, inderdaad. Dat iedereen die nog een beetje kan nadenken, onafhankelijk wordt eruit gegooid. En ik denk dat de mensen die eruit gegooid worden, die zullen ook allemaal denken van, ik ben op zoek naar een nieuwe groep. En die groep waar ik uit kwam, die was knettergek. Wie waren er tegen? Ga ik daar eens mee praten. Ja, ik denk het niet. Mensen gaan dan ook weer een eigen clubje beginnen, weet je wel. Die wat gematigder zijn of waar je wel als blanke dreadlocks mag hebben. Ja, het zou kunnen dat ze iets gematigder gaan, maar ik denk dat je toch wel gedesillusioneerd bent. Als jij daar alles voor hebt ingezet en dat ze dan zeggen, ze krijgt een bericht van de reden waarom ze niet mochten optreden. Dat was juist bij deze wereldwijde klimaatstaking willen we inzetten op een anti-kolonialistisch en anti-racistisch verhaal, waarbij het voor ons niet verdedigbaar is een blank persoon met dreadlocks op ons podium te hebben, als dus de activist. Ik denk dat je broek daar helemaal van afzakt op een gegeven moment. Ja. Ik had dat toen ook, toen ik in Amsterdam bij het studentenprotest aanwezig was. Dat is een jaar of 7, denk ik, geleden. Toen hadden ze de University of Color. En dat was dus inderdaad ook zo'n, over hoe dat het allemaal zo onderdrukt werd en zo. En toen zei ik, mag ik er dan bij komen zitten? Nee, want ik had niet genoeg kleur, zei ze. Maar ik hoorde daar niet thuis, want dat was hun University of Color. Ik zeg, nou oké, dan besteed ik mijn tijd weer ergens anders aan, jongens. Ja, ik denk dat heel erg ontluisterend is, want het grootste macht van dit soort groepen is toch mensen buitensluiten en ze isoleren. En ja, als je dat eenmaal hebt ingezet, dat kanon, dan denken die mensen toch van, ik ben wel gedesillusioneerd. Nou, misschien is het een ander links clubje opzoeken om het nog een keer te laten gebeuren. Zou kunnen. Ja. Ik zit nou even, want dat berichtje mis ik nou in de lijst. Ik had nog niet gekeken.
Oh, maar die F, was... F5 drukker, denk ik. Of... Ja, wel, ja, nee, ik heb ze wel gezien welke erbij staan, maar ik mis er eentje. Want dat voelt een beetje als tweede eindigen op een zwemwedstrijd, denk ik dan. Oh, dat, ja, we hebben het wel genoemd. Ja. Ja, we hebben het wel genoemd. Ik denk dat zo iemand bijvoorbeeld er ook helemaal klaar mee is, ja. Ja, en zo jaag je eigenlijk die mensen gewoon tegen je in het harnas. En ze denken zelf dat iedereen gewoon achterloopt. Ah, die snappen het nog niet, want dat, ja, wij zijn zo ver verheven, zoveel moreel verheven boven die van hun. Mm-hmm. Ja, ik vind dat er uiteindelijk niks van klopt, heel dat gedoe niet. Ja, maar goed, dat heeft dus mijn mening. Dan zit ik dan met mijn roze in gold die trust trui. Ja, ik denk dat het wel degelijk uitmaakt dat er steeds meer mensen uitgejaagd worden en dat het kleine clubje, de harde kern wordt steeds kleiner en harder tot je op een gegeven moment zo'n clubje krijgt die hun ballen afsnijden en op een komeet proberen te springen. Ik weet niet of je dat verhaal nog kent. Dat was zo'n cultgroep en die, er kwam de helikomeet voorbij zetten en die op een gegeven moment hadden die dan trouwens door die helikomeet naar het Walhalla afgevoerd worden. En om dat te doen moesten ze hun ballen afsnijden. Ja, de mensen die je over hebt aan het einde van zo'n cult-implosie, dat zijn dat mensen die daar nog mee denken, ja, dat klinkt als een goed idee, ja. En dat zijn er maar heel weinig. Ja. Ze zijn er wel. Ja, ik verbaas je erover, maar... tegenwoordig, joh, die weten dat ik allemaal tegen ben gekomen deze week, joh. Ja, wat ik wel heel opvallend vond. Hè? Ik bedoel, maakt je me nieuwsgierig, Johan. Dinsdagochtend neem ik de trein. Ik was nog de enige zonder mondkapje. En de rest was allemaal gemaskerd. En dan... Den Haag. Ging je richting Den Haag? Nee, Utrecht. Maar toen ging ik terug. En toen niemand droeg meer een mondkapje. Ja, maar er was er iemand in Den Haag die had gezegd van het hoeft niet meer in de trein. En dan, oh ja, nee, dan doen we hem af. Ja, zo gaat dat, ja. Zoveel mensen die op commando leven, weet je wel. Ja, ze hebben gewoon iemand nodig die hun vertelt dat het niet meer hoeft of zo. Ja, maar ik was gisteren in Duitsland. Okay. Ik had nog niet lang die vluchtelingen ophalen bij vliegveld Wezen. En ik had nog niet zo lang geleden gehoord van een collega van mij, die was in Duitsland. En die werd helemaal uitgescholden omdat hij wel een mondkapje op had. Maar het was geen mondkapje met zo'n punt, weet je. Als een FP2 mondkapje of zoiets. Je moet een FP2 mondkapje hebben. Zo. En ik was in Duitsland en ik ga even tanken, want de benzine is hier iets goedkoper. En ik loop gewoon naar binnen, niks, geen mondkapje. Verhuur achter de balie, geen mondkapje. Het was weer over. En dat, volgens mij is het sinds 21 maart, of 20 maart, is het in Duitsland ook over. Oké. Ja, dat is er geen iemand die dat besloten heeft, dat het nou ten einde is. En dan. Maar ik bedoel, dat is gewoon ergens een moment in de dag. Dan zit je nog echt met zo'n ding op je hoofd. En dan kijk je op de telefoon en dan is er een man in een pak ergens in Den Haag die zegt, je hoeft hem niet meer te dragen. Oh, hij mag weer af. Nou, maar er is ook wel wat voor te zeggen. Als jij gewoon die boetes niet kan betalen. Ja, maar die krijg je niet. Want ik heb de laatste tijd gewoon helemaal niet met een mondkapje in de trein gezeten. Zelfs een conducteur voorbij gelopen die niks zei. Ik heb het ook wel eens gedaan, inderdaad. Ja. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker. Als je een anders hebt die ik weet niet wat die boetes zijn, maar ik heb altijd schrikbarende boetes gehoord. Ik weet nog wel, mijn neefje die zat met z'n drie in een auto in het begin. En 450 euro boete en een strafblad. Ja, zeker als student is dat heel moeilijk om je dat te veroorloven. Dus ik kan me voorstellen dat je dan wanhopig zijn ding opzet. Maar ik heb daar meer respect voor, van dat je gewoon orders volgt omdat je de boete niet kan betalen. Dan dat je denkt, ik doe gewoon wat ze zeggen. Zolang je maar weet dat het gewoon is omdat een pistool op je hoofd staat. Ik had hier in Servië, ging ik naar de supermarkt en dan moest je ook een mondkapje op. En ik liep de hele tijd zonder mondkapje en toen kwamen ze naar mij toe dat ik een mondkapje op moest. Dus ik heb zo'n mondkapje gemaakt. Hè? Even kijken of dat ik hem hier heb. Kippengaas. Ik speciaal met een mondkapje heb ik helemaal lopen kopen en maken en... Nou, toen had ik dus het mondkapje en was het nog niet goed.
En toen ben ik meer dan een half jaar niet naar die supermarkt gegaan. Dan ben ik elke keer naar een andere supermarkt gelopen. En elke keer werd ik er op een gegeven moment eruit geknikkerd. En toen moest ik op een gegeven moment een half uur lopen naar de dichtstbijzijnde supermarkt waar ik nog niet bij geweest was. En toen dacht ik van, wat ben ik toch ook moeilijk aan het doen eigenlijk. Heb je er eentje gebreid? Die mensen, nee, maar die mensen die willen dat ook helemaal niet vragen van jou. Alleen, het is precies wat Peter net zegt. Volgens mij was het hier voor een ondernemer €2000 of zoiets. Nou ja, dat is dus, in Nederland krijgt een arts €150.000 boete. Maar dat is qua hoeveelheid aan inkomen ongeveer gelijk, denk ik. Ja. Maar ja. Ja. Ik heb dus uiteindelijk gewoon die maskertjes ben ik gaan dragen. Toen was het nieuwe jaar en toen zat mezelf allemaal moeilijk te doen. En toen dacht ik, ja, ik hou ermee op. Ik ga gewoon een maskertje dragen, want die mensen kunnen er ook niks aan doen. Die hebben gewoon hun werk en die krijgen dat te horen. En, ja. Ja, maar... hey, wat volgens mij het probleem is niet zozeer mensen die dat doen omdat ze gedwongen worden. Maar de mensen die, de Karens, die of Finn, die op mensen aflopen en zeggen, hey, je moet wel je mondkapje dragen. Die mensen die drijven het voort, zeg maar. En niet de mensen die niet geslagen willen worden, zeg maar. Dat is niet het probleem. Als je alleen maar dat soort mensen hebt, dan ben je daar al vanaf. Want mensen die anderen aan hun kop zitten te zeiken, omdat ze niet compliant genoeg zijn. Maar ze zelf zoveel stress hebben. Ik zag van de week ook nog iemand fietsen. En het is nou best wel mooi weer, hè? Het zonnetje schijnt, 20 graden, gewoon lekker in je t-shirtje fietsen, zou ik zeggen. Nee, deze had een winterjas aan met een capuchon, helemaal strak om het hoofd getrokken. Met twee mondkapjes van allebei verschillende kleuren, want daardoor zag ik ook dat het twee waren. Twee mondkapjes en een spatscherm voor. Ja. Ja, serieus. Ik had er gewoon een foto van moeten maken. Ja, dat zijn de true believers, zijn dat inderdaad. Maar in Filipijnen ben je verplicht om een spatscherm en een mondkapje te dragen, inderdaad. Hè? Ja. Dat is ook, dan moet je ook kaal plukken dan. En ik zie nog wel een enkeling in de trein nu, hoor. Vandaag ook, zie je er af en toe toch nog wel eentje die nog steeds dat mondkapje ophoudt. Van, mij halen ze dat ding niet van het gezicht af. Maar ik had het mijn werk. Er is het dus officieel nog verplicht om een mondkapje te dragen. Okay. Maar je zag steeds weer mensen dat niet doen. Ik had al een collega die kwam dapper met een mondkapje aan op het werk. En die hield dat ook eerst nog vast van, ja, ik sta hier midden tussen al mensen zonder mondkapje. Maar nee, ik geloof er toch in. Maar na twee dagen was het ook van, ik vond het toch een beetje ongemakkelijk. Laat ik het toch maar afdoen. Maar dat is dus dezelfde groepsdruk als die jij hebt als je de supermarkt binnenloopt en iedereen heeft een mondkapje aan en jij niet. Alleen andersom, ja. Ja, dus dan kan iedereen dat ook eens ervaren. Die mensen kunnen dat dan andersom ook eens voelen. Ja. Moet je eigenlijk tegen juist zo iemand, moet je dan zeggen, voelde je dat ook zo, die druk? Ja. Speciaal is dat, hè? Hoe voelt het nou, die druk? Dat hebben alle mensen hebben dat. Ja. Dan kun je helemaal uitbuiten tegen zichzelf. Ja. Maar we hebben nog eentje. Ja, het is wat. Zeggen, nou, ik steun je, hoor. Als je dat graag wil dragen, dan sta ik helemaal achter je. Ja. Gaan we kijken of we me helemaal zo gek kunnen krijgen. Ik verdedig jouw recht om een mondkapje te dragen. Net zoals jij mijn recht verdedigt om het niet te dragen. Er wordt nog wat gezegd in de chat. Even kijken, hoor. Johnny K. Klokkenluiders, hulp nodig. Vandaag vrijgelaten. Oh, Huig Plug, sorry, ik lees verkeerd. Oh, Huig Plug is vrijgelaten. Hey. Nou, dat is mooi. Dat is goed nieuws. Positief. Ik zal er eens bij zoeken. Ik heb het nog niet gezien. Ik zal op zijn Twitter. Oh nee, zijn Twitter heeft hij niet meer. Zijn YouTube-kanaal. Kijken of we een filmpje kunnen delen. Is misschien Willem ook. Ja, die wordt volgende week woensdag voorgeleid, had ik begrepen. Ah, oké. Maar ik heb al een week vakantie, hè, dus ik weet van niks. Ah, oké. Wat was dan de reden dat hij Plug opgepakt was? Weet je dat? Nee, dat weet ik eigenlijk niet, nee. Ik weet alleen dat hij opgepakt was, maar... Hij is ook inderdaad opgepakt.
Ja, hij blijft op zich gewoon sinds hun... Ja, hij staat hier 37 minuten geleden is er een filmpje. Hij heeft een baard, onze Huig. Oké. Okay. Ja, dat doen ze ook vaak met die mensen die ze in de gevangenis zetten. Dat die laten zich niet scheren en vuile kleren en zo. Dat als ze voorkomen, dat ze er een beetje als een soort zwerver uitzien. En dat trekt hun geloofwaardigheid dan in twijfel. Heel sneaky eigenlijk. Ja, maar ja, het volgende bericht dat we hadden was, even kijken hoor, The Blind Leading the Blind, New York City Major Eric Adams. Ik weet het trouwens wel, hij was te dicht bij Mark Rutte geweest, hij was binnen een straal van 50 meter van Mark Rutte geweest, dat was het. Oh, oké. Okay. Wist hij dat de Mark Rutte daar liep of... Ja, hij staat daar op het hoekje, dus dan komt Mark Rutte ineens om de hoek en dan, hey, kijk, je bent er dicht bij. Nee, ik weet niet, dat gaat, joh. Zoiets. Maar ja, hij zoekt het ook gewoon op, hij blijft gewoon zijn filmpjes maken, dus. Ja. Ik wil de Blind Leading the Blind, New York City Major Eric Adams turns to Chicago's Mayor Lori Lightfoot for ideas on how to tackle... subway crime and gun violence. Even kijken hoor. Even as violence crime search for... Veel online titel die jij voorleest. Ja, er is dus een stijging van 34% van de zware criminaliteit in Chicago. En nu gaat de stad van de burgemeester van New York gaat ideeën aan toeschuiven aan de burgemeester van Chicago. Zo van, je doet het zo slecht. Dat is die vrouw het kan die... gewoon niet erger dan in Chicago. Ik wil wel eens weten wat voor briljante ideeën jij hebt. Die burgemeester van Chicago, die ziet er altijd uit alsof ze in een rechte hoek zo opstaat 's ochtends, weet je wel. Die kan gewoon zo recht omhoog. Die heeft geen espresso meer nodig. Die staat gewoon in een rechte hoek in één keer zo stijf overeind en dan begint ze te lopen. Dan ben je denken aan Frankenstein die uit zijn grafkist komt. Zo van de... Slaapt ze ook in de grafkist? Hey, ja. Zo, haar achternaam is toch... Oh nee, het is die andere heet Adams. Dat is ook toevallig, van de Adams Family. Ja, ja, Eric Adams die had allemaal mooie beloftes. Nou ja, echt een voorbeeld van een politicus die voor de verkiezingen praat hij zo en na de verkiezingen is het 180 graden zo, weet je wel, in beleid. Maar hij zegt trouwens dat ze in Chicago nou hebben gedacht, nou zitten we aan de grond, we hebben de rock bottom bereikt, een soort drugsverslaafde die aan de dood ontsnapt. We gaan nu het roer omgooien, want ik begrijp dat ze nou weer olie gingen verbieden of zo in Chicago. Ik weet niet wat er voor olie gewonnen wordt in Chicago. Maar ik geloof dat er nog niet de realisering is van we moeten het wat meer vrijheid geven aan de onderdanen. Nee, er komen alleen maar meer pistolen op zijn hoofd te staan. En het schijnt ook echt een verschrikkelijk mens te zijn, hè, die Lightfoot. Ja. Ik heb ook echt gehoord van hoe ze hem gewoon met mensen omgaat. Het is gewoon echt een bitch. Ja. Ja, dat zou je niet anders verwachten natuurlijk. Ja. Nou, er zijn ook mensen die helemaal in haar verleden zijn gedoken. Ze was dan zogenaamde activiste. En die liep gewoon echt lukraak gewoon mensen aan te klagen gewoon omdat het kon, weet je wel. Van, je hebt ooit een keer, je was racistisch tegen mij, weet je wel, als ze dan in een café was geweest. Kreeg ze niet eens, geen eens fooi, maar ook nog een beschuldiging van dat je racistisch was. En die mensen moesten dat, gelukkig hadden ze camera's en getuigen, die beweerden nou, dat er helemaal niks gebeurd, weet je wel. Maar dat deed ze gewoon rustig iedere dag. Ja, ja. Ja. Ja, ze werken natuurlijk volgens het principe, ik ga het je eerst schuldig laten voelen en dan neem ik dat daarna terug. En dat is je fooi die je krijgt ongeveer. Ik noem je eerst een klootzak racist en dan neem ik dat daarna misschien weer terug. En dat is dan waar je blij mee moet zijn. Ja, nou, ik val Erik Adams er zoiets van, nou, dat mensen moeten geweldige ideeën hebben. Nee, ik heb het verkeerd toch nog gezegd aan het begin, want er zo wordt gezegd Windy City.
En ik dacht, ik heb het net uitgelegd alsof het Chicago de Windy City was, maar de New York is denk ik de Windy City, want nee, die ligt aan de Chicago. Ja? Oh. Ja. Oké. Je ziet ook hier allemaal statistieken van hoe erg het daar is. Ja, sinds de jaren 30 van de vorige eeuw is daar al wapenverbod. En dat heeft natuurlijk de gangsterbendes alleen maar goed gedaan. Want ja, die moeten dan, kunnen dan rustig op burgers schieten die geen wapen hebben. Ja, want bij Chicago, daar stonden daar de auto-industrie volgens mij, hè, was daar heel groot. Ja, onder andere, ja. En dat is allemaal ingestort. In 2008 is dat allemaal verplaatst naar buiten. Detroit was vooral auto-industrie. Ja, Detroit ook. Oh ja. Ja, nou oké. Okay. Ik moet niks zeggen. Ik weet het ook niet, hoor. Ik weet het niet. Maar ja, Amerika is er in New York City. Daar is het ook gewoon echt... gewoon verschrikkelijk, joh. Ik had laatst ook een video gezien van iemand die loopt daar gewoon even in New York door de stad, weet je wel. En overal junkies, zwervers. En begint gewoon op San Francisco te lijken, weet je wel. Je hebt van die mensen en die gaan in hun auto's rondjes rijden. En dan binden ze een camera op de voorkap en dan zetten ze dat op internet. Dat soort filmpjes heb je ook natuurlijk, ja. Maar goed, ja, dan is het niet verbazingwekkend dat je dan het volgende krijgt. Most Americans don't trust the federal government to do what's right. Dat blijkt uit een nieuwe poll. Ja. Nou, het is wat. Komt misschien nog wel goed, jongens. Misschien komt het ooit nog goed. Ja. Als ze dat nou eens laten blijken bij de verkiezingen. Het is ook pas hoeveel zal het zijn? 120 weken terreur op de televisie, maar er zijn nog steeds mensen die denken dat ze de overheid nodig hebben voor hun veiligheid. Vraag ik me af hoe dat in Nederland nou weer goed moet komen. Hè? Ik zie het toch niet ergens. De i-gulden naar 1 euro. De i-gulden naar 1 euro. Dat zal het verschil maken. Dan komt alles goed. Massa gekte. En hoe kan het nou? Ik kan me niet voorstellen dat het rustig aan op zijn schenen teruggaat of zo haast. Dat is een beetje moeilijk voor te stellen voor mij. Het moet soort in een explosie eindigen, heb je het idee. Ja, nou hoeft niet per se. Ik denk gewoon dat de grondstoffen gaan verplaatsen. En je ziet nu dat Shell al zijn contracten met Rusland verbreekt. Natuurlijk niet meer dat Rusland daar niet meer op gaat pompen, maar dan gaat gewoon een Chinees bedrijf nou op pompen. En vroeger ging die winst naar Nederland en nu gaat die winst naar China. En ja, dan zal het ietsjes minder in de economie gaan. Hè? Dan hebben mensen iets meer procent van hun inkomen aan voedsel te besteden. Zoiets zal het worden. Ik zat laatst te kijken. Ik kreeg bij mijn energiecontract liep af. En dan krijg ik een nieuwe prijs om mijn oren. En ik had dat ooit had ik dat voor een lange termijn afgesloten. Omdat mijn idee was. Nou ja, geld wordt toch waardeloos. Ja, maar nu krijg ik een nieuwe prijs om mijn oren. Die was voor elektriciteit 4 keer de oude prijs. En voor warmte ging het van 189 naar 289. Er komt 100 euro bij per maand. Dus ik denk, hey, ik geef nou ongeveer 600 euro per maand aan energie uit. En dat was voorheen mijn huur. Dus 5 jaar geleden was mijn huur 500. Dat soort dingen zie je wel gebeuren met hyperinflatie. Ik weet dat in Duitsland was het ook zo. Dat op een gegeven moment was woning. Dan was je, oh, mijn woningkosten, weet je wel. En dan na de hyperinflatie was woning was irrelevant geworden. Gewoon dat kostte niks meer. Nee, eten. Eten en energie. Daar ging al je kosten in zitten. Ja. Dus ja, zoiets, denk ik. Maar ja, jij gaat nu in Wim Hof verdiepen. Wie? Peter, dan hoef je de kachel niet meer aan te doen. Ja, ik had een webcam met een collega tijdens de COVID-homework toestanden nog. En die zat inderdaad, maar die had zo'n variabel contract genomen waarbij je gewoon dagprijzen krijgt. En zijn rekening was opgelopen tot iets van bijna 1000 euro per maand, geloof ik. En die zat dus echt 15 graden overdag met een trui en een muts op. Ik zou je zeggen, ja, op zich is het wel goed natuurlijk, want
alleen dat soort prijzen zorgen dat, dat je consumptie gaat terugschroeven. En dat is natuurlijk het hele rare wat je nou ziet. Dan gaat de overheid die gaat compenseren voor de hoge energieprijzen. Dus dan ik geloof dat Amerika zo was, maar in Nederland was er ook wel sprake van. Dus dan krijg jij geld omdat de energieprijzen hoog zijn. Maar het hele idee van hoge energieprijzen is dat mensen hun verbruik verminderen. Zodat het vraag en aanbod weer bij elkaar passen. Maar als je mensen gaat compenseren voor de hoge energieprijzen, dan gaan ze hun verbruik niet terugschroeven. En dat moet wel teruggeschroefd worden, want er is gewoon minder. Dus dat betekent dat je... Maar er komt dus nog een verhaal overheen om dat weer voor elkaar te krijgen. Ja, dan komt er nog een laag overheen. Moet er nog een keer een laag omhoog gaan. Ja. Voordat uiteindelijk mensen hun verbruik gaan terugzoeken. Taiwan naar China, Hongkong eruit. Huppakee. Mm. Ja, dat weet ik helemaal niet wel. Want ben ik mijn baan ook kwijt, denk ik. Ja, duidelijk. Maar rode draad in dat verhaal van jou is wel van... mensen moeten afhankelijk blijven van de overheid. Ja. Verhaal? Oh, ja, van maar je krijgt hier natuurlijk een enorme loonprijsspiraal door. Als je gaat zeggen, oké, de voedselprijzen zijn verdubbeld. Maar weet je wat, we gaan onze consumptie hoeven we helemaal niet aan te passen. Wij compenseren dat door de overheid leent gewoon dat extra geld. Zodat jij dubbel inkomen hebt. Dan kan je nog steeds dezelfde hoeveelheid voedsel kopen. Nee, want er is minder voedsel. Dat betekent dat je gewoon dat de prijzen nog een keer moeten verdubbelen. Ja, dat ook nog, ja. Ja. Nou, wat wel opvallend is in dit bericht is van most US voters. Maar heel even wachten op Peter. Ja? Ik zou nog nu even variabel nemen. En dan, want hij staat nu echt wel hoog. En dan in de zomer zou ik hem langer afsluiten. Dat zat ik ook aan te denken, ja. Ik geef verder geen financieel advies. Nee, ik zat dat ook een beetje te denken. Want ik heb ook een collega en die gaat nou een hele dak vol zitten met zonnepanelen. Dus iedereen schikt zich natuurlijk de pleuris van die rekening. En die gaan allemaal een hele dak vol zetten met zonnepanelen. Dat betekent dat midden in de zomer komt er gewoon een bak zonnestroom vrij. Ja, dus er is eigenlijk veel te veel stroom. Dus die prijs die zakt alweer helemaal in elkaar, denk ik. Zo. Ja. En dan zet je hem gewoon... Dan zet ik hem vast, ja. Dat is zoals mijn... Maak er maar een levensverzekering van, zeg je dan. Ja, voor de rest van mijn leven. Taal vooruit. Uit mijn box 3. Dan krijg je in één keer een bewolkte zomer of zo. Nee, ik kan het nooit helemaal zeker weten. Zeggen ze, hebben we die net voor een collectief voorbereid. Moeten wel met minimaal 1 miljoen mensen komen. Het hele rare is dat je twee jaar geleden tijdens de COVID-dip was de olieprijs negatief. En nu is het $125 voor Brent olie. Ja. Ja, min 36 was het of zoiets, hè? Of min 40. Ja. Ja. Als je het afnam. Ja, maar je moest het afnemen en het was nergens, was er opslag te koop, te huur. Ja, dat was het, ja. Maar most US voters... Dat zou ik ook niet geloven eigenlijk, hoor. Want als je het gekocht hebt, ik bedoel, het is echt niet dat die olie ineens verdwijnt, dus jouw olie zit erin. Nee, maar je moest zeg maar, zo'n future contract is, ja, over 2 dagen komen we het afleveren en jij moet het afnemen dan. En dan zeg je, ja, zeg maar waar we het af moeten leveren en dat is dan ook bij de Henry Hub of zo, of een of andere... Ja, alles zat vol. Alles zat vol. En alles zat vol. Dat betekent dat jij gewoon, je kon het nergens af laten leveren. En dan was het enige manier was het om het door te verkopen aan iemand die dan het probleem had. En daar moest je dus geld op toeleggen. Maar zo'n bedrijf als Shell zit dus aan alle twee de kanten van de markt te speculeren. En die krijgt dan gewoon in één keer een hele wipe-out uit een van de boeken. Want al die kooporders die zijn er gewoon uitgebust op dat moment. Ik denk dat een hele hoop mensen dachten van toen het de nul naderde, van nou, daar kan je geen buil aan vallen. Nee, precies. En die kochten die contracten, hè, maar er zit er een leveringsverplichting aan. En dat is het hele probleem, was het hele probleem tenminste, omdat er niet voldoende opslagruimte was. Als je voldoende opslagruimte had gehad, dan had je natuurlijk helemaal de koning te rijk geweest. Want dan had je daar tegen betaling had je daar je olie in kunnen dumpen en 2 jaar later is het $125 per vat waard. Hè. Ja, het is zo dat als je het contract dan hebt afgesloten, dan eindigt dat ook. En dan begint er een minuut later begint er weer een nieuw contract voor een nieuwe maand op een nieuwe prijs. En toen schoot hij dus meteen weer terug. Ja, die latere maanden die zijn nooit negatief geweest. Nee. Want dat zijn dan weer nieuwe contracten en dan heb je een maand langer de tijd om dat weer te leveren. Ja, het was één maand wat specifiek het probleem was. Omdat wat er geleverd ging worden in die maand, daar was gewoon geen opslag voor.
En de tankertarieven waren ook gewoon duur, want de alternatief is dat je het dan gewoon in een tanker laat ronddrijven. Maar die tankertarieven die waren ook onbetaalbaar. Want de hele floating storage die zat eigenlijk ook al vol. Maar, wat dat betreft is de manier om de olieprijs omlaag te krijgen, gewoon een hele zaak stilleggen. En dan valt er een heel stuk consumptie weg. Mm-hmm. En dan, COVID-lockdowns. Dat is de truc. Ja. Maar wat ik nog wil toevoegen aan het bericht waar we nu momenteel in zitten, is dat most US voters don't trust the federal government to do what's right. According to... Oh, wacht, dat is de titel. Ik had... trust is lowest among the white and the Republicans. En even kijken hoor. But some government agencies remain popular. Such as the National Park Service. Ja. Parks and Recreation. Ja, ja. Dat komt vast door die... Hoe heet die nou? Ron Swanson of zo. Ja, ja, ja. Ja. Ja, goed, ja, grappig bericht, maar het is maar een poll. Dus, wat ik begreep altijd van het bericht staat, dat het leger had nog de meeste vertrouwen van de bevolking. Mm-hmm. Daar kan je je nou ook van afvragen, want dat is ook één grote LGBTQ, je moet gevaccineerd zijn om erin te mogen, en vrouwen, zwangere vrouwen in combat, en dus het is, ik denk dat dat ook vertrouwen aan het kwijtraken is. Ja, zeker als ze dit soort dingen gaan doen. De US sends Patriot interceptors to Saudi Arabia to ease the tensions. Raketten om minder de spanningen te verminderen. Ja, terwijl het betrouwbaarheid van die Patreon om dingen uit de lucht te vissen toch vrij beperkt, dacht ik. Ze hadden geklaagd volgens mij, die uit Saudi-Arabië hadden gezegd, ze hadden niet genoeg steun in Jemen. Ja, maar het punt volgens mij daarvan is, ja, als jij een scudmissile op je dak krijgt, ja, dan heb je misschien wat aan een Patriot. Hoewel het nog lastig schijnt te zijn, omdat die scud niet zo nauwkeurig is. Dus die flubbert heen en weer in de lucht en dan kan hij moeilijk raken. Maar als jij met een zwerm drones aankomt, volgens mij doe je daar niks tegen met een scud. Ja, je kan een drone uit de lucht schieten. Ja, de hele zwerm gaat dan weg. Ja, die hele zwerm. Ik bedoel, als je om de minuut een drone aankomt of zo. En die dingen kosten €1000 per stuk, omdat je ze in China bestelt. Ga daar maar eens met Patriot raketten. Financieel klopt het verhaal geloof ik niet. Omdat, ja, ik denk dat er wel een goede verdediging kan zijn, inderdaad. En dan lanceer je gewoon een zwerm van 1000, 100x100 drones. Ja. En die moeten dan zo vangnet van die raket. Het kost geen drol en die raket die is hartstikke duur natuurlijk. Ja, het kost geen drol. Paar honderd euro. Die drones moeten dan wel samen kunnen werken en zo. Ik denk als je ze zelf maakt. Dat hoeft niet eens. Toch als je gewoon om de minuut een drone naartoe stuurt. En elke keer schieten ze zijn Patriot af. Ja, maar je moet meerdere drones hebben. Want je kan niet. Die drone is niet zo nauwkeurig dat hij precies die raket raakt. Dus je moet een zwerm. Nee, maar die raket die zoekt die drone op. Want die raket is bedoeld als afweer. Want het is een raket die de bedreiging uit de lucht moet schieten. Als er gewoon een grote scudraket op je af komt zetten, dan heeft het nog wel nut om daar zijn Patriot af te sturen en uit de lucht te knallen. Maar als er een drone van €1000 komt en die schiet je uit de lucht, dan ben je wel je raket kwijt van heel veel geld. En dan komt er een minuut later komt er weer een drone en die moet je ook uit de lucht schieten. En volgens mij kan je daar heel lang mee doorgaan en tot de verdediger bankroet is. En dat is dus de manier van aanvallen van die tegenstander. Ik denk dat die Houthis daar op een gegeven moment wel een keer mee komen, ja. Dat woestijnvolk. Misschien hebben ze het al bedacht, maar... En dan sturen, ja, het zou kunnen. Ja, het hele verhaal ook altijd met Modern Warfare is dat je vanuit met een vliegtuig van 100 miljoen een raket afschiet of een bom dropt van 20 miljoen. Op een tent van $50 of zo.
En ja, economisch is dat gewoon niet vol te houden. Maar dat vindt de wapenindustrie niet erg. Nou, uiteindelijk dat is toch maar belastinggeld. Als je er ook olie bij verkoopt, misschien wel, hè? Uiteindelijk wordt de druk op de belastingbetaler natuurlijk steeds groter. En die komt, de verwachting is dat die dan een keer in verzet komt. Net zoals als het hele idee van zo'n boycott. Van nou, je gaat gewoon de bevolking ga je doodhongeren. En uiteindelijk komen ze een keer in verzet. Nou werkt dat nooit, bij mij weten. Maar het is wel zo dat, denk ik, als je de belastingbetaler genoeg onder druk zet. Dat er iets in de samenleving begint te borrelen, ja. Ja, in ieder geval de reden dat ze dit hadden gedaan, dat had volgens mij te maken met ze dat nou een beetje aan te pakken bij de Saoedi's. Van alsjeblieft, kom maar, geef ons wat olie, die hebben zoveel. Ja. De prijs even omlaag doen, niet meer uit de grond pompen. En daarvan lijkt dat ze nemen, werd verteld, die niet eens de telefoon meer op van Biden. Hè? Nee, maar dan komen ze met dit soort cadeautjes. Ja. Van hier heb je Patriot raketten, neem nou die telefoon eens op. Nou, ik denk dat het eerder het verhaal is. Dit is het bosje bloemen van Biden. Ja. Kijk, het officiële verhaal is altijd wij beschermen het huis van Saudi-Arabië. En in ruil daarvoor verkopen jullie olie dollars. Maar het punt is natuurlijk dat die bescherming is niet echt een bescherming. Dat is meer van jullie krijgen een color revolution. Als je onze bescherming niet neemt. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen dat wel weet daar. Van er komt een opstand als wij hun bescherming niet kopen. En, ze hebben dat... namelijk de televisie in handen. En ze verkopen gewoon een bullshit verhaaltje. En iedereen gelooft erin. Ja. En je bent opeens de quiet peer en je wordt aangevallen. En het is ook helemaal niet moeilijk om Saudi-Arabië de quiet peer te maken. Er zijn zat argumenten voor. En ja, dat allemaal. Ze doen ook niet hun best om geen kwaaie pier te zijn. Nee, maar nu worden ze een hand boven het hoofd gehouden. Maar ik denk dat als ze geen olie bij pompen, dat het wel zo kan zijn dat die Houthis opeens wat meer begrip krijgen in het Westen. En na lange actievoering is opeens van die Jemen. In Jemen zijn ze toch vreselijk behandeld eigenlijk door die Saudi-Arabiërs. En misschien in plaats van tegenwerken, dat ze onze steun verdienen. En krijgen ze opeens een paar betere drones. Krijgen ze opeens tot hun beschikking. En dan krijgt Saudi opeens wat meer zorgen gaan ze zich maken daarover. Dus ik denk dat zeker Saudi-Arabië nu hun olie voor yuans gaan verkopen. En niet bij willen pompen om die prijs omlaag te krijgen. Dat ze wel eens wat problemen kunnen verwachten. Wat minder bescherming, zoals dat dan heet in officiële term. Gaat de NOS het in één keer wel over Jemen hebben? Ja. Ja, maar wat ik wel grappig vond, ik had in verband met Saudi-Arabië nog even dit berichtje erbij. Want herinnert u zich deze nog? Dit komt volgens mij van iemand zijn weblog of zo. Dat gaat over die over 9/11. Even kijken hoor. Nieuw FBI document. Link. Even kijken. Saudi spy in California to 9/11 attack. Ja. Had ermee te maken. Er was iemand die heeft bij de CIA gewerkt. En die heeft destijds. Die had die kapers al in het vizier. Dus die zat er al de hele tijd achteraan en die heeft de hele tijd aan de FBI geprobeerd te zeggen van jongens, er komt hier een groep gasten aan en die hebben volgens mij links met Osama Bin Laden, doe er even wat mee. En dat werd steeds genegeerd, zeg maar, even herhaaldelijk proberen te tippen. En ook jarenlang geprobeerd dit verhaal naar buiten te krijgen en elke keer wordt er gewoon niks mee gedaan. Ja. Ja, nou dat zou zomaar opeens kunnen veranderen. Ook die Khashoggi, er zijn altijd lijken in de kast natuurlijk. Die ene journalist Washington Post was het geloof ik, die in stukken gehakt werd en opgelost in zuur door het toilet gespoeld of zo, die helemaal verdwenen is. In een Saoedische ambassade, toen hij daar een echtscheiding kwam aanvragen. Ja. En zijn verloofde buiten stond te wachten. Dat is natuurlijk iets wat opeens weer boven water gerakeld kan worden. Net zoals
was de Hunter laptop Biden. Ik denk ook dat Biden, die, volgens mij wordt hij gewipt. Want opeens kwamen er 3-4 berichten naar buiten over Biden. Die, de laptop klopte toch wel. En er waren nog 3 andere dingen. Die kwamen allemaal tegelijkertijd naar boven. Dat je denkt van... Ze wilden gewoon geld hebben, dat kan ook, hè? Ja, dan is het nou te laat. Dan heeft hij niet meer. We willen subsidie. Dat hij al weg is, maar het is, ik kan even kijken wat er nou allemaal... En ze begonnen toen ook in die laatste week voor de verkiezing of zoiets, begonnen ze ook zo'n artikel 25 procedure tegen Trump. Kwam die Pelosi aanzetten, ja, stel dat Trump, wij vragen ons af of de president met zijn COVID-ziekte had hij toen, of dat hij dan wel in staat zou zijn om het land te leiden, werd er afgevraagd. Oké. Dit kwam ook naar buiten trouwens. Een viral video van Biden die ooit verdedigde. Boasting he proposed the NATO's 78 days airstrikes on Belgrade goes viral in China. Okay. Komt dat ook weer boven water, dat hij zijn voorstander was om Belgrado te bombarderen voor 78 dagen. En nu natuurlijk helemaal van oh jee, burgerslachtoffers en zo. Dus dit komt boven water. De Hunter Biden komt aan alle kanten allerlei bagger boven water. En niet alleen van die laptop, maar alle corruptie ook weer al wel. Dus je hebt het idee van, hey, dit is nooit toeval als opeens alle lijken uit de kast komen vallen voor zo'n leider. Mm-hmm. Dus ik zou me niet verbazen als ze denken van Biden is niet meer nuttig voor ons. Ja. Ik kreeg een reactie in de chat van, Jan. Kijk, 9-11 is vanuit Israël georganiseerd om de oorlogen in het Midden-Oosten te starten. En landen als Irak en Syrië te vernietigen. Greater Israel is het doel. Ja, goed, er valt wat voor te zeggen natuurlijk. Weten we dat ook weer. Ja, Amerika had er natuurlijk ook wel wat aan. Ja, goed, die twee liggen ook al een beetje met elkaar in bed natuurlijk. Hè. Israël en de VS. Dus, in ieder geval, ik ja. Nog een nieuwtje. Zal ik nog een nieuwtje vertellen? Vertel. Ze hebben wat nieuws bij Bitcoin Cash. Oké, vertel. Ze hebben een domein .bch de wereld ingeholpen. Oké. Alles wat je maar kan bedenken, .bch. Okay. Dus ik had hem met de honk verkocht. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, de prijs van de honk. Die stond in oktober vorig jaar op $15 per miljoen. Ja. Die kwam van de 50 cent per miljoen. Uh-huh. En nu had je voor $1 had je weer 3 miljoen nodig. Oké. Dus hij is weer helemaal terug naar niks. Op dit moment bedoel je? Ja, van de week in ieder geval. Ik weet niet wat het nu is precies, maar het was weer helemaal terug. Dus hij was keer 30 en nu is hij gedeeld door 25 ongeveer. Zo moet je het meenemen. Oké. Ik haal hem even erbij. Even kijken hoor. Honk, waar zit je? Spice is ook behoorlijk gedaald. Ik zie nou dat ik mijn lamp er niet bij heb, maar ja, dat moet maar even dan. Ja, je bent een beetje donker. Ja. Misschien kan je nou eindelijk bij die ene kleur, die groep die zat te zeggen dat jij niet, dat je te blank was. misschien heb ik nog een opsomming van de Biden problemen. The past few weeks have been tough for Hunter Biden and by extension the rest of the Biden family. On March 1, news broke that Hunter Biden's longtime business partner and friend Devin Archer was sentenced to a year in federal prison for defrauding the Native American tribe. Okay. Then just yesterday, the New York Times published an investigation revealing that although the younger Biden had paid his outstanding tax liability, which was reported greater than $1 million and which required him to take out a loan to pay it off, a federal investigation into his failure to pay taxes on his earnings from overseas has continued. Much lower in the New York Times story, America's paper of record mentioned the laptop belonging to Hunter Biden was that was reportedly abandoned at the computer repair shop and subsequently became the heart of a New York Post story published shortly before the 2020 election, which was declared Russian propaganda. And it didn't mention, not
only mentioned a laptop, but also confirmed that it was authentic. We previously reported on how the New York Times sued to obtain copies of emails mentioning Biden and his exploits allegedly gleaned from Romanian embassy officials. Ja, opeens vliegen er een heleboel messen richting die Bidens. En dan denk ik altijd van, volgens mij hebben ze de opiniepeilingen gezien en denken ze van, die vent moet gewipt worden. Ik weet niet waar ze mee verder denken te gaan dan. Maar ik heb het gevoel dat ze het idee hebben van, ja, hier komen we niet ver meer mee. Ik heb hier nog de koers van Honk. Ja, inderdaad, hij is weer naar zijn oude bekende diepte gegaan. In oktober vorig jaar zat er op een gegeven moment 100 bitcoin cash en 15 miljard honk in de pot. En dat is nu terug naar 1 bitcoin cash en 1 miljard. Dus ja, ik heb ze weer teruggekocht. Maar nee, ik had dus wat, ik had wat winst hieruit genomen. Okay. En toen waren die nieuwe namen beschikbaar gekomen. En ik heb dus even mijn... Hoe zeg je dat? Ja, vertel. Mijn creativiteit de vrije loop gelaten en een hele zwik aan namen geregistreerd. Ik ben er nog mee bezig, maar misschien dat ik binnenkort... Had je ook vrijheidradio.bch? Ik moet even kijken. Ik denk, niet dat die, ik denk dat ze hem nog niet hebben geclaimd. Okay. Vrijheid. Maar ik heb wel bijvoorbeeld Lieberland heb ik wel. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, trouwens, we hadden aan het begin nog een berichtje met een Servisch tintje. Dat was, misschien wil jij er nog wat over zeggen. Dat was over die prins uit Servië. Ja. Is het een bekendheid in Servië? In Servië wordt er op een heel andere manier over bitcoin gesproken. Ik heb eens een keer een artikeltje gedeeld. Dat was nou een jaar of twee geleden, denk ik. Het stond er dus heel groot in de krant dat er iemand een koe had gekocht met bitcoins. Oké. Okay. En een koe, dat is hier dan een bezit voor... Heb je meer dan een auto, volgens sommigen. Dus... Ja, de media gaat er heel anders mee om. En dit is dus ook daar een beetje een voorbeeld van. En ja, als jij op bitcoin.com een berichtje wil plaatsen, dan kost je dat €15.000. Zo moet je het doen. Dit zijn infomercials, denk ik dan. Ja, ik denk ook dat ze een beetje af en toe content willen vullen. Dus dan halen ze ook wat dingen uit andere kanalen. Ja. Ja, en zo probeer ik dat ook met al die namen die ik nou geregistreerd heb. En dan schrijf ik die bedrijven aan. En dan zeg ik, kijk, ik heb nou jouw naam. Maar ik hoef er niet per se geld voor te hebben. Maar dan wil ik dat jij er iets voor doet. Wat ik kan verkopen. Want je ego dus gaat kopen. Ja, dat moet iedereen zelf weten. Hè. Ik denk wel dat als die op een euro staat, dat de Nederlanders wat anders in het leven gaan staan. Maar... Waar is die prins Philip een beetje een bekend iemand in Servië? Tot die tijd hebben alle deskundigen gelijk. Hè? Hij is gewoon de koning. Hè? Dus er is ook een koningshuis in Servië. Hij is de tweede in de lijn. Hè? Ja, oké. Maar er is een koningshuis in Servië. En dus dat zijn royalties. Ja, zijn ze bekend? Dat bedoel ik. Iedereen weet dat er een koning is in Servië. Of tenminste, de Serven weten dat allemaal wel. Is het echt nog een erkend, tenminste, wordt er nog iets mee gedaan? Of, Nee. Dat is in de Tweede Wereldoorlog met Tito. Ja, oké, dat bedoel ik. Net als je meer van die landen. Rusland heeft heel veel nazaten nog van de Romanovs, maar het valt alleen niet te bewijzen. Maar dat soort dingen. Ja, nou ja, en dus dit is ook zo iemand. En als die wat zegt, dan wordt dat door bitcoin.com wordt dat opgepikt. Wel overwogen. Wereld in geslingerd. Hè? Ja, daar zijn die koningstitels natuurlijk allemaal fictief natuurlijk. Maar loop jouw koningstitels te verkopen namens Lieberland? Nee. Ik ben nog aan het wachten op een rechtszaak. Hè? Ja, maar dat zou je ondertussen gewoon kunnen doen, dat je adellijke titels verkoopt. Nee, maar zolang die rechtszaak er nog niet is, ben ik gewoon... Wil je een koningshuis hebben? Ik kan dat voor je regelen. Guilty until proven innocent is het bij mij. Ja,
Ja, ik moet het zelf even bewijzen. Kijk, ik probeer het elke keer te bewijzen dat ik onschuldig ben. Maar ik wil ook niet dat hele Liberland de grond in helpen natuurlijk. Dus het is twee kanten. Ik heb er helemaal niks aan om het nu de grond in te trappen. Want ik kan er toch niks tegenover stellen. Je kan dus natuurlijk ook meerdere presidentstitels verkopen natuurlijk. Hè? Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar dan moet ik wel een beetje daar iets mee kunnen. Dan moet ik het wel kunnen regelen voor mensen. Snap je? Dus ja, en tot op heden is er ook nog niet zoveel animo voor dat mensen zeggen, joh Joostje, ga jij dat eens voor mij regelen. Die zeggen allemaal, waarom zou jij nou weer iets moeten verdienen aan mij, Joostje? Dus nou ja, goed, daarom heb ik ook even al die namen weggekocht op die nameserver. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, weet je welke ik opgepakt heb? Mm-hmm. Ik heb roulette. Oké, okay. Ja, dat is wel slim, ja. En heb ik alle online casino's een berichtje gestuurd. Mm-hmm. Dat die te koop staat, die roulette. En die heb ik te koop gezet. Want dat zijn NFT's. En daarin staat dan vastgelegd dat jij die... Dat als mensen daarop zoeken, dan komen ze bij jou uit, zeg maar. Op roulette. En dan kun je ze doorverwijzen naar wat jij maar wil. Met een plaatje toevoegen en zo. Dus... Mm-hmm. Ja... Je betaalt er 1 cent voor in Bitcoin Cash. En ik heb nou die roulette heb ik te koop gezet voor 25 Bitcoin Cash. Oké. Okay. Ik denk dat levert zijn naam toch, dat levert zijn naam toch wel weer op. Hè? Die 25 Bitcoin Cash voor het roulette. Ik zie wel hoe je dat... Maar roulette met welke extensie? BCH. BCH. Roulette.bch. En dat is dan binnen de Bitcoin Cash, zeg maar. Ja. Als je daar dan op zoekt, dan kom je daarbij uit. Ja. Ik wil het wiel gaan draaien, maar omdat we net even de OBS was gecrashed, moeten we weer opnieuw uitroepteken Ron Paul gaan typen. Ik weet niet of Flabbergast nog luistert. Die had in ieder geval uitroepteken Ron Paul getypt. Ja, wil je meedoen met de prijs, dan typ dan uitroepteken Ron Paul in, zonder spatie. En dan kun je EFL verdienen. Ja. Kijk hoor, ik zie mensen wat typen. Maar hij verschijnt niet. Even kijken hoor. Hé, hey, dat is wel raar. Hij is wel in rekening gebracht, Johan. Wat? Ja, mijn redeem Ron Paul. Ah, oké. Okay. Ik heb wel 5 punten ingeleverd. Ja, ik zal even kijken. Show wheel. Hé, hey, het wiel verschijnt gewoon niet. Hm. Ja, ik weet het ook niet. Een déjà vu. Volgens mij hebben ze eerder meegemaakt. Ja. Elke keer weer wat. Oké, als ik spin druk. Hey. Dat is apart. Zijn ze zo omhoog geschoten dat je ze niet meer weg wil geven? Ik weet niet wat er... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het... Hij werkt niet. Dan moeten mensen maar even hun e-gulden adres in de chat schrijven. Ja, ik weet in ieder geval dat Flabbergast die heeft inderdaad... Ja, dat is natuurlijk gewoon... ik weet in ieder geval dat Flabbergast die heeft wat uit op tegen Ron Paul getypt. Dus dan geef ik hem gewoon 10... 10... hoe dat? 10 EFL's. Nederlandse bitcoins zijn het, Johan. Nederlandse bitcoins. Nederlandse bitcoins, ja. Oekido. Nou ja, we zijn in ieder geval aan het einde van het programma gekomen. Ja, we kunnen nog even blijven hangen hoor. Ik weet niet of jullie nog wat kwijt willen. Nee, nou, ik ben al een week van de computer af. Ja, hoe is het allemaal gegaan, joh? Lekker weer. Geniet van je vrijheid.
Ja, ik had dus de e-gulden verjaardag, was ook op 19 maart. En ik had allerlei mensen uitgenodigd en niemand kwam erop dagen. Toen dacht ik, ja, dan loop ik nou de hele tijd moeilijk te doen. Dus nou heb ik een paar e-guldens te koop gezet. Voor 10.000 euro aan e-guldens te koop gezet. Zo. Okay. Er is een spaarplan. E-guld spaarplan. Daar hebben we een tijd terug ooit is opgericht. En daar kon je toen bitcoins op inleggen. En er zitten 7,5 bitcoin zit in de pot. Oké. Okay. Die gaat er tot 2026 gaat die erin. Oké. Okay. Dus vandaag heb ik ook weer voor, weet ik het, 100 euro of 50 euro e-guldens weten te verkopen. Ja, en als je hier, het gemiddelde salaris van de mensen om mij heen is 300 euro per maand. Ja. Officieel natuurlijk. Zwart verdienen ze allemaal bakken bij. Ja, dat is zo. Want ze verdienen allemaal op het internet, snap je? En dat geven ze niet echt op. Terecht. Ja, het is ook niet, het ligt er net aan wat voor werk dat het is. Ik weet het vaak niet. Ik noem maar dingetjes. Domeinnamen veranderen. Nee, maar dat heb ik ook maar net opgepikt. Ik denk dat als ik het verkoop, dat ik het nog aangeef ook. Want ik maar verdien eigenlijk dus helemaal nooit centen. Maar ja, als ik dit nou ineens, dat is 2.500 keer de inleg voor 3 euro. En ik heb dus roulette en je hebt nog zo'n spelletjes, Baccarat. En die heb ik ook voor 25 bitcoin cash. Okay. Bij elkaar is dat 50 bitcoin cash. Mm-mm. Nou, en dat is iets van, weet ik het wat. Nee, goed, ja. Dus als mensen een domeinnaam bij jou willen kopen, waar kunnen ze dan terecht? Ja, ik heb nog een paar leuke. Zal ik er een paar opnoemen die ik heb? Ja, vertel. Dan moet je ook wel reclame maken voor je bedrijf, hè? Dus Visit Dubai heb ik. Oké. Okay. Ik heb Texaco. Had je niet gewoon beter Dubai kunnen doen? Dan doe je visit.dubai.bch. Clinton.bch heb ik. God. Liberland heb ik. Ja, ik heb er een hele zwik nog bij gekocht. Mojito. IvankaTrump.bch. Oké. Okay. Maar waren niet gewoon Trump.bch? Ja, die hadden ze niet meer. Die was ik te laat. Philips heb ik ook nog. Philips.bch heb ik ook nog. Oké. Okay. En Cinema en Press. Nou, oké. Okay. Ah, zo kan ik nog even doorgaan. Maar ja. Waarom Ivanka Trump dan? Nou, zeg ik, ik heb er een brief geschreven en heb ik gezegd, ik heb nou jouw naam als NFT op Bitcoin Cash en ik wil hem heel graag aan jou overhandigen, omdat ik zo vind dat jij jou zo geweldig inzet voor de crypto gemeenschap. Oké. Dan moet je een keer bij mij in de show een paar minuten langskomen en dan geef ik jou die NFT. Oké, ja, sympathiek. Ze is niet meer zo actief op social media, dus ik weet nou niet hoe dat ik het echt goed naar buiten moet brengen, want ik heb niet haar e-mailadres, maar ja. Ja, ik heb ook nog, ik heb zoveel mogelijk van de familie Trump maar meegepakt en ik had dus ook Clinton, vond ik ook wel leuk. Okay. Ik denk dat ik die heel duur verkoop, die Clinton. Van de naam Clinton, die was nog gewoon beschikbaar. Ja, die was nog beschikbaar. Ze zijn pas een week bezig. En er zijn pas iets van 10.000 namen of zo verkocht nu. Dus. Oké. Okay. En Roger Ver. Ja, je Roger Ver, die staat al te koop voor 10 bitcoin cash. Oké. Okay. Ja. Die voor Roger gewoon zelf gekocht. Oh, nee. Ja, ik denk dat iemand, want het registreren van de naam met meer dan 5 karakters kost 1 bitcoin cash cent. Cent, oké. Okay. Ja, 1 bitcoin cash cent. Dus je kan voor 3 euro kun je het proberen, zeg maar. En als je het uitbetaald krijgt, dan heb je een hele leuke profit. Ja, ik heb een paar van die, weet ik het wat, gewoon wat namen. Oké. Ja, als het populair wordt, dan heb je ze wel. Dat zou leuk zijn.
En die ik had van de week ook nog, hoe heet die andere gozer nou? Of had ik dat al verteld? Was dat vorige week ook al? Die Alex Svetsky had ik in de show. Oh man, wat een cultmember was dat, hè? Ja, toch denk ik daar dan wel weer, het heeft wel een impact, zeg maar. Want die gozer die zegt dus gewoon, Yoshi, waar maak je nou allemaal druk over? Die mensen krijgen vanzelf honger en dan komen ze wel naar je toe. En tot die tijd moet je gewoon scheid hebben aan de wereld en je nergens druk op maken. En ja, alleen maar bitcoin kopen. Dat was, ja. Koop alleen maar bitcoin. Want anders ben je eigenlijk, als je geen bitcoin koopt, dan ben je je tijd aan het verdoen. Dat is een argument van... ja, nee, je bent onzinnig bezig. Je moet bitcoin kopen, anders ben je onzinnig bezig. Ja, het is eigenlijk wel waar wat hij zegt. Want ik zit daar een verhaal te vertellen van 62 dagen. Ik maak er een NFT-serie bij en er komt... Ja, maar jij hebt wel een veel spannender leven. Hij heeft alleen maar op zijn stoel gezeten en af en toe bitcoin gekocht. Ja. Ja, precies. Maar dat zeg ik dus ook tegen hem. En nu heb je gelijk, maar wie weet over 50 jaar... Kijk, uiteindelijk het enige wat je hebt aan het eind van je leven zijn je verhalen. Ik bedoel, ik heb in een bejaardenhuis gewerkt en dan zie je ook gewoon, je ziet twee verschillende soorten mensen in een bejaardenhuis. Hè? Mensen die heel eenzaam zitten met een zuur gezicht. En mensen die gewoon aan de tafel zitten en iedereen zit om hem heen naar zijn verhalen te luisteren. Dan zit iemand met van die pretoogjes. En die heeft gewoon, de ene chagrijn, die zuurpruim, die heeft het hele leven geleefd volgens de bedoeling. Mm-hmm. En die andere niet. Die heeft verhalen en iedereen zit te hangen aan zijn lippen van vertel eens. Nou, die ene keer dat ik mijn buurvrouw zat te neuken, weet je wel. Dus, ik zou vertellen, Johan. Vertel. Ik ben deze over twee weken, drie weken, ben ik op een filmfestival. Zit ik in de hoofdrol. Die buurvrouw te neuken. Ik ga verder niet. Vertel. Nee, ik ga geen... Dan klagen ze me aan, Johan, als ik dat allemaal vertel nu. Het is in Zwitserland, dus mocht je toevallig in Zwitserland zijn... film heet Lieberland. Oké, maar jij bent erbij. Nee, het gaat over mij onder andere, ja. Ik ben een van de... Maar ben je uitgenodigd voor de première? Mag je dan lekker met een glas champagne rondlopen en zeggen van... Hé, dat ben ik. Volgens mij moet je dan geprikt zijn als je wil reizen, joh. Dus ja, weet ik niet. Ja, maar van ik ook al mee. Even kijken. Ja, dat kan ik nou niet vinden, want dat weet ik niet meer. Ga jij met je oude autootje daar naartoe, naar Zwitserland? Mag je daar lekker champagne lurken? En misschien kun je nog een paar celebrities het bed in krijgen. Ik zal even de link kijken. Hier is het. Ik zal het even in de chat. Hoppa, nou mensen, typ die link over. Ja, en je kan het even zien. Kan ook wel even erop klikken hoor. Maar dan moet ik even, als ik hier even Twitch aanzetten. Moet je even dit klikken, Johan, wacht, dan moet je dit even klikken. Wat? Oh, gooi me even in de Skype chat dan. Ja, heel even wachten. In de Skype? Ja. Kijk hoor, dan moeten we hier even de... Ik sta helemaal stil daar, beeld. Je hebt hem nou ook op Skype. Oké, hartstikke idee. Ho. Ja, eerste link. Oh, fuck, wat doe ik nou? God, kut, Windows. Ergste aan Windows is dat het geen Linux is. Dan zal ik het filmpje ook even laten zien. Even kijken hoor, daar kun je ook mee genieten. Ik heb alleen even het geluid er niet bij. Gebeurt er nou nog wat? Of... Kijk, hoor. Ik zie nog niks, anders dan kan ik wat vertellen wat ik zie. Maar... Ja, ik ben even. Ja, ik moet even de browser erbij halen. Oh shit. Zo. Hier dan af. Ja. Nou, hier zie je het filmpje. Daar zijn wij ook geweest, denk ik, hè, Johan? Ja.
Ja, het is de... En dan wordt altijd even in de intro, worden al die verschillende talen die over Liberland spreken. Ja. Dit zijn een paar locals, hier uit de buurt. Dit ben ik, spring hier in het water. Ja, dat is inderdaad, zo herinner ik het me ook. Ah, het is hartstikke leuk daar, Servië. Volgens mij moet ik ook maar gewoon een keertje komen. Zien je, ja, je kan net de ondertitels niet lezen, Johan. Dat is jammer. Hij vraagt nou aan dat meisje van, hoe wil je dat jouw land eruit ziet als jij een land mag verzinnen? En dan zegt ze, nou, ik wil dat het heel groen is. Mm-hmm. Oké. Okay. Heren, ik ga ermee ophouden. Ik wens jullie een prettige avond. Ja, dankjewel, leuk dat je er was. Hoi hoi. Hoi hoi. Maar goed, inderdaad, het is een leuk filmpje. Nou, hier word je geschoren, geknipt en geschoren. Ja. Ik moet trouwens ook weer naar de kapper. Daar? Ik zal het maar niet laten zien, maar volgens mij heb ik iets door deze... Zeg je dat? Door mijn koptelefoon. Oké. Okay. Hoor ik kaal. Oh, oké. Okay. Denk het. Dat het mijn koptelefoon is. Nee, te vaak. Dus dit is hem, Johan. Ja, ja, ja. Nee, leuk videootje. Ja. Duurt 50 minuten. En is ook bij de, op de VRT is het ook geweest. Ja. Vlaamse televisie. Dat is in het kort, dan zag je een groep... wat was het, nationalist of zo, die wilde met Fit praten? Wat was het, een beetje kort de verhaallijn? Johan, als ik heel even wat mag zeggen, Johan, want dat is altijd mijn trauma wat ik moet verwerken. Maar de NCTV die stuurt dus dit soort camerateams langs om dan te kijken hoe dat het met je gaat. Oké. Okay. Denk ik, dat het zo zit. Oh, dus je denkt dat er wat achter zit of zo? Ja, zoiets. Ik weet niet wat voor dingen er allemaal spelen, laten we het maar zo zeggen. Ja, wat ik eerder denk is dat jij gewoon in jouw naam zit in een adresseboekje. En als mensen dan een thema hebben, zoeken ze gewoon namen erbij. En zo kom jij dan bovendrijven. Ja, ik zoek daar niet gelijk iets achter hoor. Ik heb niet zoveel. Nou ja, oké, daar heb je gelijk in. Kan zijn. Ja, ik denk, kijk, als ze echt willen weten. Ik denk zelf, Johan, dat die mensen die willen iets doen met een film maken. Ja? Mm-hmm. En dan zeggen ze dus, oké, wij hebben met een filmcrew, gaan we naar deze locatie. Als er iets is wat jij gefilmd wilt hebben, kun je dat opgeven en dan filmen we dat. Ja, nee, maar kijk, als een geheime dienst echt iets over jou wil weten, dan zijn er veel simpelere methodes. Dus ja, ik gewoon maak altijd een stream intussen. Hè? Ja, dus hoef alleen naar je stream te kijken en dan weet ze wel hoe het met je gaat. En als ze echt iets willen weten, ja, dan zoeken ze gewoon een chick die bereid is iets voor geld te doen. Nou ja, je weet dat sommige meisjes doen alles voor geld, of voor een breezer of zo. Ja. Dus die geven ze gewoon een kratje breezers en dan gaan ze, ga jij even met Josje slapen. En dan ondervraag hem ondertussen, weet je wel. We willen alle informatie over hem hebben die we maar kunnen krijgen. Ja, dat is veel, veel goedkoper. Is ook zo. Ja, en dat is ook vaak gewoon hoe ze het in het verleden gedaan hebben. Dus ze sturen gewoon een informant, gewoon iemand die even vrienden met jou wil worden, een drinkbuddy, zeg maar, in het café. Dat hebben ze ook heel vaak gedaan in het verleden bij mensen. Op een gegeven moment, bijvoorbeeld maar bij Martin Luther King, was eigenlijk iedereen die om hem heen hing, die was gewoon wel of van de KGB, of van de CIA, of van de andere. Daar word je dus echt treurig van, Johan. Dat is echt waar. Ja. En dat heb je dus met al die politici ook gewoon, snap je? En die worden alleen nog maar fake info gevoed. Ja, 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 ja. Ja.
Ze gaan zijn slachtoffer van zichzelf eigenlijk, die mensen. Het is heel treurig voor ze. Dus zo gaat dat. Maar het is 11 uur. Heb ik het niet slecht als koning Wappie. Kijk, ik zal het koontje nog even... Nog even opgooien. Ja. Nee, mijn glas is... bijna leeg, dan ga ik. Morgen ook weer vroeg op. Oké, Johan. Bedankt weer. Ja. Ik zal even de eindtune. Ja, ik heb nog wel een vraagje hoor. Maar ik gooi even de eindtune erin. Dan gaan we even officieel afsluiten. Even kijken hoor, hier komt die. Nou, het is een ziek idee. Als het goed is, hoor je hem nu. Ik had er trouwens. Helemaal vergeten de officiële mededeling nog te doen van, oké, dat ga ik nu even doen. Goed, ja, dit was het einde van de show. In ieder geval iedereen hartelijk danken voor deelnemen. De deelnemers zijn daar ook dank voor deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En nu komt dan de eindtune als het goed is. Goed gewacht, hè?